Welkom bij Beeld Geraas, een nieuwsprogramma waarin roomblanke mannen als een trein over de gedachtenpolitie heen denderen. Is ze toch na 2 jaar naar buiten gekomen? Wat dan? En nou, wat is nou dat, dit, dat het huidige Wild Geraaspanel in september 2022 die oude U-boot type 21 uit de Bremerhaven had gejat en daarmee de Nord Stream pipeline had opgeblazen. Oh, echt waar? Ik las het in de Wall Street Journal inderdaad. Ik weet niet hoe ze erachter zijn gekomen. Volgens mij hebben we niet goed de Telegram chats of zo verwijderd. Tijd maar om te gaan onderduiken in Polen of Galicië. Galicië als een echte Habsburg-nostalgist. Ja, dat ook. Maar we hebben toch een duikboot. Dus onderduiken, dat doe je in die boot, neem ik aan. Oh, we gaan helemaal naar het zuiden toe weer, jongens. Ja. Naar de basis. Dan krijgen we nieuwe orders. Ja. Swabenland heb ik altijd leuk gevonden, moet ik zeggen. En al helemaal als nieuw is. Ja, dan worden we een soort van piratenzender vanuit een U-boot. Ja, maar ik mag onze locatie eigenlijk niet, maar gelukkig gaat deze pas maandag online. Onze locatie mag ik eigenlijk niet benoemen, maar we zitten momenteel op de Midden-Atlantische Oceaan. De storm valt nog wel mee nu. Dus beste heren, ik hoop dat deze uitzending heel goed gaat klinken voor u. Volgende week beginnen we met Hier is Radio Antarctica. Ik denk ook in geluiden in de achtergrond. Maar dat ja, bijna 2 jaar na de gebeurtenissen heeft Duitsland schijnbaar plotseling, met een groot vraagteken erachter zal ik maar zeggen, een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd tegen een Oekraïense duikinstructeur die een van de 6 mannen zou zijn geweest die met een zeilboot genaamd de Andromeda onder het nom van een toerismetocht de explosieven zou hebben geplant waarmee de Nord Stream pijplijn kapot zou zijn gegaan. Ja, ik geloof er niks van. Ik geloof dat het wel door de NAVO is gebeurd, maar dat zomaar vanuit een zeilbootje is gegaan, daar geloof ik helemaal niks van. Dat is professioneel werk geweest. Ik bedoel, het is op honderden meters diepte. Denk je dat gewoon een paar duikmannen dat hebben kunnen doen? Dat denk ik niet. Maar ze hebben iemand nodig om de schuld te geven, natuurlijk. Ik blijf bij het allereerste originele gelekte verhaal. Ik wil niet eens verhaal noemen, want hier was gewoon veel meer bewijs voor. Het was gelijk. En de media, die heet Express, staat helemaal... helemaal verdoezeld, gewoon namelijk dat ik ben de naam van het schip vergeten, want dit is letterlijk alweer zo'n jaar geleden. Maar in principe, er was zo'n helikopterschip in de buurt. En die heeft waarschijnlijk gewoon dieptebommen laten vallen. Hè? En die stel je gewoon netjes af om pas na zoveel minuten te gaan. Nou, dan stel je hem gewoon maximaal af en dan gooi je er gewoon 5 of zo. En je weet waar die kabel zit. Nou, geloof mij maar dat die kabel daardoor kapot is gegaan. Plus, we weten ook... Die buis. Maar we hebben die tweet van die Poolse ex-minister van Buitenlandse Zaken. Hè? Die postte een foto van de explosie. En die zei daarbij, thank you America. Dus ja, het feit dat ze nu een onvindbaar iemand die zich in Polen zou schuilhouden, dat ze die dan de schuld kunnen geven, is natuurlijk wel erg makkelijk. Maar Duitsland kan natuurlijk niet toegeven dat zij als vazalstaat aangevallen zijn door hun eigen opperheer, door Amerika. Dus moeten ze nu zoiets verzinnen, zeg maar. Of die Oekraïners misschien wel naar Amerika, weet jij veel. Ja. Dat kan natuurlijk ook. Hoe bedoel je onvindbare, dat het raar is dat ze onvindbare mensen in het buitenland de schuld geven? Ze geven nog steeds mijn opa in Argentinië van allemaal dingen de schuld. Ja, en totaal onvindbaar. Ja. Nee, maar ook dat het een vermeend budget zou zijn geweest van €300.000 waarmee dit gedaan zou zijn. Ja, dat is een schijntje natuurlijk. Het is een mooi verhaaltje opgezet. Maar het bevestigt in ieder geval wel. Hè, wat die idiote liberalen gewoon opgeslokt hebben als nieuws. Ja, Poetin die zou zijn eigen pijplijn hebben opgeblazen. Ja, ja. Dat geloofden die anti-blanke linksers gewoon. Hè. Poetin, die al... Wanneer begon de inval? 22 was het? Ja. Dus dan heeft hij al 24 jaar lang of zo daarvoor, heeft hij in principe met Duitsland steeds hechtere relaties opgebouwd. En geprobeerd om de zogezegde Berlijn-Moskou, te maken. Wat iedereen weet in Europa, dat is hoe je Europa, dat is de enige manier om Europa zogezegd
ja, serieus als een sterk grootmacht. Te maken. Ja, ooit ja, weer terug te krijgen als een serieuze grootmacht. Dat is, daar kunnen we gewoon niet omheen. Ja. Elke nationalist in Europa moet dit begrijpen, moet dit accepteren. Dat gaat gebeuren. Nogmaals, dat gaat gebeuren in ieder geval als we ooit willen leven vrij van Amerika. Ja. Dus, en Rusland, kijk nogmaals, wat je er ook van wil zeggen, die had in ieder geval als staat zijnde die interesse ook goed begrepen. En ook goed begrepen dat, ja, als we Duitsland kunnen losrukken van Amerika, wat Poetins hele plan was, altijd al, heel lang al. Nou, dan heb je het min of meer gewonnen, hè. Ja. Maar ja, Duitsland was dus nog steeds zo ver onder de juk van Amerika en hun staats, hoe noemen ze het ook weer, staatsreden of zo, toch? Staatsraison, zegt ze in het staatsraison, ja, staatsraison. Ja. Dat juk is zo groot dat ze kunnen gewoon nooit eerlijk over de waarheid spreken over dit soort dingen. En het is gewoon jammer en mogelijk dat het allemaal zo is moeten gaan. Nogmaals, ik had gehoopt op een, ja, ik wil het geen verwestering noemen, ik zou het meer een continentalisering noemen van Rusland. Of Europeanisering, hoe je het wil noemen, van Rusland. En vice versa, ik zou van Duitsland meer, laat ik het zo zeggen, dat ze wat meer van Oost-Duitsland opnamen als geheel. Ja, ja. En gewoon een verbroedering daartussen zou geweldig zijn geweest. Nogmaals. Maar ja, dat moet je opslagen. En welke wie was het meest bedreigd, beste dames en heren? Wie was het bedreigd door deze acties tussen Berlijn en Moskou? En tot op zekere hoogte, laat ik zeggen, Rotterdam. Want het is eigenlijk de Rotterdam-Berlijn-Moskou-acties. Ik bedoel, dat is de. Ja, Amerika heeft altijd het beleid om Europa klein te houden. En om Europa klein te houden, moeten ze de as tussen Duitsland en Rusland breken. En ze moeten zorgen dat Oekraïne losgerukt wordt uit de Russische invloedssfeer. Dat zijn twee hoofdthema's die al decennia rondzingen in de Amerikaanse buitenlandse politiek. Dus voorlopig. Praktisch al sinds 1930. Praktisch. Mm. Dat is al heel lang. En daarvoor kun je spreken van Engeland, die dat in principe ook al deed. Ja. Toen zij een groot wereldrijk was, hè, ze had praktisch de hele wereld in handen. Maar dan waren er twee grote continentale rijken die, als die samen zouden werken, Engeland met gemak van elkaar konden vegen. Als ze samen zouden werken, natuurlijk. Ja. En dat kon natuurlijk nooit gebeuren. Nee. Dat mocht niet gebeuren. Leven Bismarck, die wist tenminste hoe het echt in elkaar zat. Maar ja. Nee, maar dat moet altijd herinnerd worden in de Slavische en Germaanse volken zullen maar moeten gaan verzoenen de komende decennia's. Ja. En ik heb veel klachten altijd over de Slavische volken, maar dat is vooral omdat ze zichzelf uitmoorden constant. Dat doet me een beetje denken van die Germanen die klagen altijd zo en die zeggen van alle Slavische volken zijn dom. Ja, kijk, ik kan geen volk bedenken dat zichzelf zo hard neermaait elke keer. Sorry, slaven. Maar het is vanuit liefde dat ik jullie bekritisch ken. Ja, zoals Polen nu ook alweer bezig is. Hè. Ik bedoel, ze houden zich alleen maar bezig met hun haat tegen Rusland. En zien gewoon een grotere plaatje. Het is gewoon dom. Het is gewoon ontzettend dom. Polen zou de diplomatische intermediair moeten zijn. Hè? Wat is onze functie als Duitsland? Wij zijn de aanvoer voor de kleine groepering mineralen die beide Duitsland en Rusland niet kunnen krijgen. En de technologische, de radarsystemen, etcetera, zijn wel de experts in geweest. Die schepen wij naar het oosten. Daarvoor krijgen we terug dus de materialen uit het oosten. Duitsland heeft een grote industriële chemische basis ook. Want het is niet alleen de roer, het is ook de chemicaliën. Hè? Ja. En Polen heeft de functie om iedereen back te laten houden en het goed te spelen. dat is de functie die het zou moeten hebben. En telkens niet vervuld. Nee, precies. Ja, ik ben, als het zo doorgaat, dan ben ik weer voor een opdeling van Polen, hoor. Tussen Pruisen, Rusland en Oostenrijk. Ik bedoel, ze moeten maar eens leren wat hun rol is. Nou, het grappigste vond ik nog net toen dat september 2022 die explosies plaatsvonden. Dat je zo'n krantenkop had van één website. En bij die krantenkop stond er een fotootje van Poetin in een kleine mini-onderzeeboot. Alsof hij als een soort anti-James Bond naar beneden was gedoken met zichzelf geschoten. Ik hou altijd ervan wanneer liberalen persoonlijk, alles persoonlijk maken, echt heel individualiserend zijn. Ja. Bijvoorbeeld dan zeggen ze, Hitler heeft, want ik zag laatst een of andere neger, liberale neger in het Westen, die zei van, Hitler heeft miljoenen zwarten ook vermoord. Nou, ten eerste, kijk, ik ga niet hier de geschiedskundige realiteit beschrijven.
Maar ik vond het heel mooi hoe ze dan altijd zeggen, hij heeft ze persoonlijk allemaal vermoord. Ja, ja, ja. Alsof hij met een leuke rij van negers in Noord-Afrika langs ging. Ja. Echt niet te geloven, ja. En, maar zo hebben ze het ook, ze hebben het nooit over Rusland. Rusland heeft bepaalde belangen, of Rusland wil iets. Het is altijd, Poetin wil iets. Hè? Ja, Poetin, dus... weet je wat, het is niet alsof... Kijk, weet je wat ik ook heel interessant vind? Als je staten en zo heel diep gaat bestuderen, en dan zie je dat... Heel veel bureaucraten die soms 10 à 20 jaar, 30 jaar lang, vooral in het Westen zie je heel veel, die zijn gewoon 30 jaar lang. Zo'n Kissinger bijvoorbeeld, hè? Henry Kissinger. Mm. Henry Kissinger is een van de grootste staatsmannen in de geschiedenis. Bijna niemand kent hem nog, hij is overleden toen. En hij is een van de meest efficiënte, psychopathische, machiavelliaanse imperialisten die ik ooit in mijn leven heb gezien. Ooit zal zien en misschien wel voor eeuwig een soort van... Ja, kwaadaardige keizerrol van een liberale keizer zou zijn. Nogmaals, dit was de grootste staatsman die Amerika groots maakte. Bijna niemand kent hem en hij heeft gewoon zijn leven lang allemaal hoge functies gehad. Maar hij is niet verkozen of zo. Hij heeft gewoon 30 jaar lang bepaalde functies gehad. Dit is hoe een echte staat eigenlijk werkt. Het is ook niet helemaal door de volksgeest, daar ben ik het ook niet mee eens. Het is door een soort van officierenklasse, zo noem ik het graag. Misschien is dat iets te germanistisch, maar alsnog een officierenklasse van mensen die zich allemaal posities inwormen, nauw met elkaar verbonden zijn en bepaalde ideeën overbrengen. En Goals, die heeft dat bij de jonge Turken gedaan. Nou, of je de jonge Turkse partijen en de milities daar haat of niet, dat maakt allemaal niet uit. Wat uitmaakt is dat de jonge Turken hebben hun land, laat ik het zo zeggen, hervormd en opnieuw gemaakt. Nogmaals, ik spreek er geen goed over voor de rest. Ik heb dus geen hart voor de Turken per se. Ook geen haat. Het boeit me gewoon niet. Maar zij hebben iets gemaakt ervan toen. Als een officierenklasse. Van intellectuelen. Er waren allemaal kleine kissentjes daar. In Turkije. En die hebben hun eigen systeem opgebouwd. Met veel brutaliteit en moord. Net als kissentjes. En dit zijn de mensen. Een soort van 120 IQ ongemiddeld denk ik. Klasse aan mensen. Die maken landen. Die zetten dingen uit. En dat is niet helemaal de volksgeest. Maar het is ook niet zo'n autarkisch... middeleeuws idee, weet je wel. Ik ben zo klaar met... Bij Kissinger is het zeker niet de volksgeest. Nee. En als je Victoria Nuland noemt, hè, dat is degene die altijd dat Oekraïne-conflict heeft aangestuurd en aangevuurd, ja, dat is natuurlijk ook geen volksgeest. Nee. Maar in principe zou het een volksgeest moeten reflecteren, dat is waar. Nou ja, kijk, het grote verschil naar mijn mening is, je hebt altijd gewoon oligarchen, alleen sommigen die gebruiken het volk. Op een liefdevolle manier en de anderen die willen het alleen maar misleiden. En dat is het enige verschil. Dat is letterlijk het enige verschil wat ik zie. Des te dieper ik kijk naar hoe oligarchie werkt, et cetera. En ik ben gewoon klaar met dat reactionaire idee van de grote leider of zo. Oh. nee, maar dat reactionaire idee van de grote leider. De grote leider is gewoon een posterboy, het is een modelboy. Dus je kunt wel een grote leider als Xi Jinping hebben, maar ook Xi Jinping is niet alleen, laat ik het zo zeggen. Nee, dat is waar. Liberalen zeggen Xi Jinping lijkt China en dat is gewoon... Het is gewoon fucking dom. Ja, Xi Jinping vervolgt de Oeigoeren. Alsof hij op de straat rondgaat met een zweep of zo. Wanneer de realiteit is dat de gouverneur die daarover gaat eigenlijk veel harder is dan Xi Jinping. En Xi Jinping bekritiseert hem vaak erover. En dan komt hij weer terug met, ja maar kijk dan wat ze allemaal doen. En et cetera. Ja. Dus nogmaals, dit hele idee. Het is gewoon een kliek van mensen. Oligarchie, hoe je het ook wil noemen. Officierenklasse, hoe je het ook wil noemen. Nogmaals. Maar het is een kliek van mensen die dit doet. Die hebben een algemeen ideologie. En die behouden dat een beetje zo. En het is aardig vloeibaar, maar ook weer, het heeft ook al momenten van structuur. Dat zijn bijvoorbeeld de beginselen. En nogmaals, Poetin heeft dat ook. En als je Poetin morgen vermoord, krijg je gewoon Lavrov. Dus doe normaal. Ja. Het is niet Poetin. Ja. Nou ja, heel kinderlijk. Gedrag. Is heel kinderlijk. Maar ik ben er wel voor natuurlijk dat de leider, doet het niet alleen, maar hij is wel een soort symbool van de natie. Hè? Ja, maar hij is de moraliserende factor. Wat dat betreft ben ik toch nog steeds een monarchist. Hè? Ik bedoel, de koning hoeft niet echt heel veel macht te hebben, hoewel ik dat wel fijn vind. Maar bovenal is hij het symbool van de natie. Ja. Nee, maar kijk, of de hoe heet die keel van Iran ook weer? Hij heeft het ook toevallig, zoals je zegt, ook nog aangelegd. Leider. Ja, maar hij is vooral bovenal de eerste. Ja, Khamenei is vooral een moraliserend leider. Hè? Hij is vooral degene die de moraliteit en de beginselen aangeeft. En iedereen die in die IRGC-groeperingen zit en een beetje een functie heeft, die heeft zogezegd eerst toegegeven aan die beginselen die hoe je het moet zeggen, zijn naam. Nee. Ja, iedereen geeft eerst toe aan die beginselen en dan pas kunnen ze door in het systeem. En dat is hoe zo'n leider werkt.
Ik denk dat het grote voorbeeld hiervan eigenlijk Taylor Swift is. Nee, want ik bedoel, zij is niet de enigste. Ze is eigenlijk een boegbeeld voor een hele muziekindustrie die om haar heen zit. Van managers, van liedjeschrijvers, van mensen die de tours organiseren. Van de echte massa's die een parasociale social media relatie met haar hebben. Ja, ik vind het niet zo gezond, maar het is duidelijk dat het eigenlijk ook wel een beetje zo werkt. Ja, nogmaals, de principes van de natuur die komen overal weer terug in voort. Hè? Ik bedoel, de verbondenheid tussen bedrijvigheid, zoals Klaus iets zei, en oorlog is extreem. En hij zei ook met politiek. En het is allemaal, kijk, het is gewoon de menselijke natuur, die komt gewoon elke keer weer terug in verschillende sectoren. Dus daar moet je iets aanpassen, alsnog. Dus kijk, ik weet niks van Taylor Swift, maar kijk, Victor, jij houdt zoveel van blanke meisjesmuziek. In korenvelden, Ja, ja, dat jij dus blijkbaar hier ook een similar lacrum ziet. Ja, ik ben gewoon nog steeds van de 2014-2015 generatie, toen er allemaal memes over haar rondgingen. Dat ze onze grote Arische koningin is en zo. Oh ja. Ja, omdat ze zijn een paar dingen of zo dat ze zichzelf niet als een feminist omschreven. Mensen op 4chan die gingen dat helemaal extrapoleren naar, oh ja, ze is gewoon helemaal beest en aan onze kant. Ja, ja, typisch. Als het om te doen, et cetera. Maar, het is wel een beetje desperate natuurlijk ook, hè? Maar goed, ja. Nee, het is gewoon leuk en lollig. Maar okay. Nou, nog even terug te komen op dat hele idee van de Duits-Russische as. Ik moet zeggen, kijk, je hoeft niet eens per se super pro-Russisch hierover te zijn of zo. Ik denk dat wat Europa zou krijgen aan industrialisatiemogelijkheid op basis van zo'n Nord Stream pijplijn, ten opzichte van wat Rusland ervan krijgt. En ja, Rusland is zo corrupt dat wat er eigenlijk werkelijk van de opbrengsten van dat gas er werkelijk bij het leger in Oekraïne aankomt, dat is niet... Weet je, wij zouden er meer van winnen dan wat de Russen krijgen. En we verliezen ook veel meer dan de Russen ervan verliezen. Ja. Zeker, maar de Russen krijgen er één positief puntje voor, namelijk totale economische shock bij Europa. Dat is een natuurlijke relatie. Kijk, Rusland is een defensief land, dus nogmaals, als je een normale Germano-Slavische relatie zou hebben, dan zou je Germanië hebben dat eigenlijk een aardig, hoe zou je het noemen? Hoe noemen ze dat? Een hele hete economische cultuur hebben. Dus oftewel, er gaat iets mis en alles gaat mis. Hè? Een grote machine, heel wel geolied, en dan gooi je er één moer tussen en dan breekt de hele fucking bende af. Wat we ook gezien hebben dus. En de Russen hebben een defensieve, rustige economie. En dat is gewoon natuurlijk. En dat is ook gewoon een natuurlijke relatie. Dus kijk, Victor, je zegt van, ze hebben er niet zoveel aan. Nou, jawel, maar nogmaals, in een gezonde natuurlijke relatie, dan zouden wij een hele hete economie hebben, zij een aardig koude, koele economie. En dat zou voor hun een heel defensieve natuurlijk voordeel zijn. Laat ik het zo zeggen. Maar Duitsland is ook bezig haar eigen economische structuur af te breken. Ik zag net vanmiddag nog beelden van de koeltorens van een kerncentrale die gedynamiteerd werden, die dus opgeblazen werden. Duitsland is dus bezig elke mogelijkheid van een energietransitie terug naar nucleair af te breken. Hè? Het is onvoorstelbaar wat een kapitaalvernietiging dat is. Een hele kerncentrale. Kijk, als je ze nou stillegt, dat kost ook een hoop geld. Maar ze zijn echt bezig ze helemaal kapot te maken. Terwijl, ja, kernenergie, dat is toch de toekomst. En dan waterstof als energiedrager. Dat Duitsland dit aan het doen is, die regering, dat zijn pure verraders. Je kunt het gewoon niet anders noemen. Ik ben het niet helemaal eens met waterstof, maar dat tenzijde. Wat nogal interessant is, kijk, ook hier moet de vraag weer gesteld worden. Waarom zou in één keer algemeen Germanië, want het is niet alleen Duitsland, het is gewoon algemeen Germanië. Waarom is daar in één keer zo'n rabide overdreven antinucleaire energie in één keer in de politiek gekomen? Nou, ik ben blij ervan, dat is gewoon CIA shit van Amerika. Ja. Het zorgt ervoor dat wij niet onafhankelijk kunnen zijn van Amerika. Want de realiteit is, als wij overal nucleaire energie hebben, dan zou een groot deel van onze industrie, niet alles, je komt altijd bij aan met bepaalde gas en zo. Dus nogmaals, echt onafhankelijk van het oosten zou men gewoon nooit worden. Maar moet je eens voorstellen, de jaren 60, we zetten volop in de jaren 60 al, hè, maar toen had het al gekund, volop in op nucleair. Dan ga je bij de jaren 80 een vol nucleair Europa, dat dan steeds groter groeit, de populatie was toen nog een beetje aan het groeien. En op een gegeven moment heb je gewoon volledige steden, dus een beetje onder elektriciteit. De echte grote, de 15-minute cities, zoals ze dat wel eens noemen. Waar auto's ook niet meer zo belangrijk zijn. En trucks, weet je wel, die laden af aan de buitenkant. En dan gaat het via kleine trammetjes of zo op elektriciteit weer door naar de binnenkant van de stad. Dat had allemaal gekund. Ja. We hadden de randstad vrij van auto's met elektrisch verkeer, et cetera, volledig kunnen managen.
De nou ja, hele Rijksoverheid zo hyper-efficiënt kunnen zijn. Ja. En dat is allemaal verkracht door GroenLinks, die gewoon ja, een Amerikaanse. Ja. Nou ja, niet alleen. Het is gewoon die hele hippie-lobby en zo. Het is allemaal ook rock'n'roll, het is allemaal CIA, het is allemaal breed uitgekomen. Het is letterlijk CIA-gesteunde rockbands. En die moderne kunst werd ook gestimuleerd door de CIA en zo. Ja, dat is allemaal vrijgekomen. Men durft nog steeds in de kranten daar gewoon niet over te schrijven, kolompjes en zo. Van wauw, we zijn gewoon economisch. Compleet verkracht eigenlijk op lange termijn. Ja, ja. Maar we hadden er al kunnen zijn. Hè? We hadden gewoon gratis energie. Ja, gratis gesocialiseerd. Nou ja, goedkoop in ieder geval. Ja, in ieder geval of het nou voor 5 cent was of wat dan ook. Laat ik het zo zeggen weer. Wat maakt hem niet uit. We hadden er gewoon daar kunnen zijn nu. Dat je gas had voor de grote industrieën. Bepaalde dingen en trucks en zo. Die nog steeds natuurlijk nogmaals. En die hele AI shit is allemaal onzin. We hadden er kunnen zijn dat de grote steden gewoon op elektriciteit reden intern. Ja. En Frankrijk was hard op weg. Hè? Frankrijk had op een gegeven moment echt heel veel kerncentrales met een heel belangrijk percentage van de energievoorziening. Iets van 37 kerncentrales in Frankrijk. Dus, en dan had je mensen in Vlaanderen over de grens. Die fucking hippies in Vlaanderen toen. Vast ook wel in Wallonië, maar we hebben het nu over Duitsland. Dus had je daar fucking hippies en zo. Die zeggen van, ja maar wat nou als die ontploft? Maak er als er eentje in Frankrijk ontploft. Dan zijn we allemaal eraan. Je vertrouwt de Fransen. Van alle volken in Europa vertrouw je de Fransen meer dan jezelf. Het is gewoon niet voor te stellen. Ja, waar ik ook nog even op terug wil komen. Kijk, wat de exacte gebeurtenissen en technicaliteiten waren van hoe de zooi werd opgeblazen. Dat maakt niet zoveel uit. Er komen wel over een paar decennia volledig achter. Maar het is tenminste nu wel. Ja, het geeft een zekere rust dat het nu niet meer eindeloos gezeik is. Zo van ja, het was Rusland. Het was Poetin zelf in zijn kleine mini-zeeboot. Ik ben wel blij dat we daar nu eindelijk vanaf zijn. Zouden de liberalen nu eindelijk eens een keertje wakker worden? Ze zijn voorgelogen over Biden. Ze zijn voorgelogen over het opblazen van de Nord Stream. Zouden ze misschien eindelijk een klein beetje in de gaten krijgen dat wat ze normaal gesproken binnenkrijgen, dat onzin is? Nee, Rijn, want als jij nou naar zo'n links-liberaal gaat en je zegt van, nou, jullie hadden het zoveel jaar fout, je hebt zoveel jaar mij een Russische bot genoemd, geef je nou eindelijk toe? Dan zeggen ze, welke Nord Stream, waar heb je het over? Ben je schizofreen of zo? Wat ben je experimenteren? Heb ik nooit gezegd. Ik heb het al zo vaak in mijn leven ook persoonlijk meegemaakt, dat mensen die gewoon heel hard tegen je helemaal op zo'n verjaardag gingen vechten en zo, en dan kom je over 3 jaar terug, nou, ben je bereid toe te geven en dan kijken ze jou raar aan. Alsof jij degene bent die... Omdat jij wel dingen kan herinneren voor meer dan een jaar. En zij niet. Ja. Jan, we zijn altijd al in oorlog met Oost-Azië geweest. Oh, ja. Altijd al. Nogmaals, de herprogrammering. Ik heb het ook al eerder gezegd. Ik heb het al meegemaakt dat mensen gewoon letterlijk woord voor woord. Zelfs de pauzes nog. Hè, de netjese pauzes, de snelheid van spraak. Van een NOS-journaalbericht van 3 dagen geleden op een koffietafel. Precies woord voor woord herhalen. En dat geeft mij zo'n fucking angstig gevoel. Want dan weet ik, ik praat niet met een mens. Ik praat met een soort van zombie, een soort van schepsel dat onder controle is. Nogmaals, ik wil mensen niet dehumaniseren. Maar tegelijkertijd, ik praat met een tv. Ik praat met een tv dan. Niet met een mens. En de tv kan je niet horen. Hè? De tv kan je niet horen. En hij geeft er geen ene fuck om wat je terugzegt. Ik had het er nog laatste week over met een liberaal die de Correspondent en dat soort bladen leest. En die zei ze van ja, toen de tijd al die claims over Rusland, dat waren alleen maar suggesties. Suggestief, niet suggesties, suggestief. Ja, maar beste liberaal, jij ging volledig met één specifieke suggestie, de meest gestoorde van allemaal. Daar ging jij mee, dus het was niet de suggestie. Jij ging er gewoon volledig voor, jij zei het was Rusland zelf. Nee, waarom zouden ze dat doen? Maar überhaupt, hè, als je met liberalen praat, ze weten gewoon niks. Het is niet alleen dat ze van alles vergeten, maar er is zo'n gebrek aan werkelijke informatie bij liberalen. Het is onvoorstelbaar. Ik bedoel, als je aankomt zetten met cijfers, met statistieken en zo, ze hebben geen idee. Het is echt, ze zijn gewoon dom. Echt super, super dom. Het meest frustrerende is wanneer jij op basis van het internet een bepaalde reeks argumenten verwacht, denkt dat ze hun eigen narratief begrijpen, maar dan blijkt dat helemaal niet het geval te zijn. Dat ze zelfs niet eens een begrip hebben van wat het eigen werkelijke narratief is, wat zij proberen uit te dragen. Het doet mij denken aan iemand die zei van ja, telkens als je iemand hebt verslagen met een bepaald argument, en dan kom je de volgende dag en dan zeggen ze toch weer precies hetzelfde. Ja.
Zegt ze. Ja. Oh fuck, ja, dat was mijn opa in Argentinië, die had het Oh, over. je opa in Argentinië, oké. Ja. Nou ja, kijk, tegenwoordig spreken we met tv'en, wandelende tv'en op straat, die aan de koffietafel zitten, et cetera. En ja, de tv kan je niet horen, zoals ik al zei, dus die geeft niet Ja. om wat je zegt. En 100 jaar geleden was het de krant. Oh, Was de krant. wat ik wel houde, ik zat laatst op mijn dak zat ik uit te kijken naar chemtrails. En ik had mijn aluminiumfoliehoedje op. En helemaal op tientallen kilometers afstand, want ik had het daarna nog geëcholokeerd. Ik hoorde dus van de Herengracht 76 heel hard gebrul horen van, ja, we hadden toch gelijk. Dat moet toch wel eventjes gezegd worden in het voordeel van die forumjongens in de Tweede Kamer, die 2 jaar hiermee hebben moeten lopen rondlopen. Ja, Met hè? allemaal van die andere kabinetsfiguren en deep state. En Forum werd gek genoemd, hè? Forum Ja. werd Ja. neergezet als idioten. Nee, niet als idioot, als Russische agent. Maar Oh ja. hoe durf je te zeggen dat Rusland niet zijn eigen infrastructuur en winstmiddels opblies op de beginjaren van de oorlog? Ik denk van, je bent een Russische agent, jongen. Hoe durf je dat te zeggen dat het Amerika was of een ander? Want ze zeiden niet eens per se Amerika. Ze zeiden het is waarschijnlijk Amerika, maar we weten het niet zeker. Het kan van alles zijn, maar het was in ieder geval niet Rusland, want die doet dat niet. Ja, kom op, man. En Ongelooflijk. niemand die net gerechtsgeschreven gaat worden of zo voor deze Nee. jarenlange mishandeling. Gewoon mishandeling, hè? Mishandeling van mensen van Forum. Kijk, wij zijn niet pure Forum shills of wat dan ook, maar het zijn voor de rest wel jongens die gewoon stukken eerlijker zijn. Elke Ja. scheidliberaal en gloeilampen in het kabinet. En die zijn gewoon jarenlang mishandeld. En die zullen desondanks deze toegang geen enkele gerechtigheid zien. En het enige, Nee. ik wil de jongens zeggen, wij weten dat jullie gewoon gelijk hebben gehad. Wij zijn met jullie. En blijf strijden. Want je krijgt alleen gerechtigheid wanneer je de oorlog volledig hebt gewonnen. Dat is gewoon de realiteit. En dus we moeten door. In het Verenigd Koninkrijk worden de rechtszaken tegen zogenaamde extreemrechtse relschoppers voortgezet, terwijl Afrikaanse machetemoordenaars worden vrijgelaten om ruimte te maken voor de rechtmatige woede en frustratie van inheemse Britten. Zoals bijvoorbeeld 18 maanden voor een man die fuck Allah riep. De media, van The Economist tot The Guardian, beweren dat er niks, maar dan ook helemaal niks, mis is met migratie. In artikelen die veelal worden geschreven door mensen die zelf een immigratieachtergrond hebben. Ondertussen heeft de Britse overheid wel belangrijke dingen te doen, zoals het verwelkomen van een record aantal dobbernegers of een kleine druppel hiervan terugsturen naar Rwanda op kosten van 10.000 ponden per persoon. Ja, het is echt opvallend dat er is ook een jongen van 12 jaar opgepakt, veroordeeld. Hè? Dus die zou een steen hebben geworpen naar de politie en zo. Nou ja, laten we wel wezen, in Israël word je dan gelijk als Palestijns jongetje doodgeschoten. Dus hij mag nog van geluk spreken. Maar het scheelt eigenlijk niet zo heel veel. Hè? En overigens, dat Rwanda-plan waar je het over had, hè, om illegalen daar naar toe te sturen, of althans asielzoekers daar naartoe te sturen in Nee, afwachting van natuurlijk een werkt dat proces, niet. Nee, dat weet ik. dat werkt niet alleen. Het is binnen de eerste paar uur dat die Labour-premier, dus Keir Starmer, in Downing Street was, heeft hij dat dus afgeschaft. Hè? Dus zo Oké. ongeveer het eerste wat hij deed, was het halfzachte plan, wat natuurlijk nooit ging werken, om dat te doen, heeft hij afgeschaft. Dus Starmer is eigenlijk beest, want ik zou dat ook doen. Ik ga niet 10.000 ponden betalen per Nee, Rwandese maar als ik haar niet terugstuur. het leuke is, Rwanda mag dus dat geld houden, dat ze al betaald hadden. Oh, Dat, natuurlijk. Tuurlijk. 400 miljoen of zo. Ja, tuurlijk. Nog meer geld naar het zinkende zwarte gat Ja, het van is echt Afrika. onvoorstelbaar. Ja, en dan al die mensen die gearresteerd worden. En opvallend is dus ook, het is allemaal snelrecht, hè? Dus de mensen worden ook niet vrijgelaten op borgtocht, wat heel normaal is, hè? Stel dat je iemand neersteekt of zo, of je pleegt een zware diefstal, dan over het algemeen word je verhoord en daarna word je op borgtocht vrijgelaten. Maar deze mensen, als ze gearresteerd worden voor een Facebook-post bericht of zo, die krijgen dus geen borgtocht. Die moeten gewoon blijven zitten. En dat betekent dat alles van hun hele leven in duigen valt. Want ze kunnen hun huur niet betalen, ze kunnen niet naar hun werk, hun familie kan het niet zien. Dus omdat zij geen borgtocht kunnen krijgen, geven ook heel veel mensen dan maar toe en doen ze een schuldigverklaring om maar ervan af te kunnen zijn, weet je. Dus doordat ze de voorgerechtelijke procedure dusdanig hebben aangepast, hè, bereiken ze dat heel veel mensen zomaar toegeven. Omdat, ja,
Anders dan stort hun hele leven in elkaar. Dus zo vuil wordt het spel gespeeld daar in Engeland. Ja, nogmaals, Engelands, wat je zei, het is niet alleen vuil, maar het is gewoon, kijk, het is gewoon eigenlijk nu al op Zuid-Afrika niveaus. Eigenlijk al, hè? Ik bedoel, het is gewoon blanco terreur vanuit de staat. De argumenten zijn min of meer voorbij. Ik bedoel, het is nou gewoon, die staat maar eens erin en ja, ze willen gewoon nu iedereen de mond snoeren voor de rest van de tijd eigenlijk, ik bedoel. Ja. Maar en, ik ben bang dat veelal conservatieven gewoon af zullen zwakken. En het belangrijkste is dat iedereen eigenlijk... We zijn nog niet op het punt dat we de Bastille gaan bestormen. Maar laat ik het zo zeggen. Ik ben van mening dat die mensen onrechtmatig in het gevangen zitten. En dat ze onder een terreurstaat staan. En laten we zeggen dat er heel veel mensen in Engeland zijn die dat ook vinden. Dan is het in principe hun mensenrecht om daar werk van te maken. En zelfs als we nog niet op dat punt zijn... Het is belangrijk dat iedereen, en nogmaals, in Nederland gaan dit soort dingen ook gewoon gebeuren, hoor, dat mensen gewoon gevangen getrokken worden zomaar op een dag, over de meest milde commentaren en zo. Nee, ik hoop dat iedereen dan mans genoeg is om gewoon bij de gevangenis te gaan protesteren. En dat, dat iemand niet alleen in een gevangen zit, letterlijk alleen, als in dat het zelfs de buitenwereld er niet meer om bekommert en dat ze iemand vergeten wordt. Dat is het allerbelangrijkste, is dat je jongens niet gaat vergeten wanneer ze de gevangen gesleept worden. Ja, dat mag niet gebeuren. Nee. Dat zijn je martelaars en al eigenlijk al. Hè? En die ga je toch niet zomaar weg laten kwijnen in de gevangenis. Nee. Je moet daar gewoon proberen. Bijna iedere dag moet daar gewoon een protest georganiseerd worden. En ik ben blij dat Patriotisch Alternatief dus in ieder geval wel wat heeft gedaan. Maar het zou in principe de eerste respons die normaal gesproken zou moeten gebeuren. Helaas, wij zijn een vernietigd Europa. Europeanen zijn gewoon een vernietigde volkraas. Ik bedoel, de geest is volledig verzwakt. Iedere dag zou gewoon een protest daar moeten zijn. Dat zou ook de eerste protestlocatie moeten zijn. Zou juist van onze jongens moeten het gevangen uit. Einde verhaal. Hebben niks verkeerd gedaan. Nee, maar hier zie je dan bijvoorbeeld, hè, een man van 61 die scandeerde, who the fuck is Allah? Hè? En die krijgt daar 18 maanden gevangenis voor. Anderhalf jaar in de gevangenis. En laten we wel wezen, die gevangenissen in Engeland, die zijn nou niet bepaald vriendelijk voor blanken. Hè? Ik bedoel, wat er allemaal opgesloten zit, is over het algemeen heel erg anti-blank. Dus er is al een bericht geweest van iemand die dus zwaar neergestoken is van die mensen die dus een Facebook-bericht hebben geplaatst. Hè. Dus het is levensgevaarlijk om in een Britse gevangenis opgesloten te worden. Hier hebben we een vrouw die een container naar de politie rolde, een vuilcontainer. Die heeft daar 29 maanden gevangenisstraf voor gekregen. Ik bedoel, dit is gewoon Gulag-archipel. Je kunt het niet anders noemen. En dan heb je ook nog eens een keertje dus die dubbele standaard in politieonderdrukking. Want dat is er heel aardig. Dan heb je hier iemand van de National Black Police Association die zegt, nee hoor, er is helemaal geen two-tier system in het politiewerk. Maar, dat is wel heel interessant. Dit is dus iemand van de National Black Police Association. Er is geen National White Police Association. Dat zegt toch alles? Ja, blanken bestaan niet, Britten bestaan niet, is geen inheems volk. Eigenlijk zijn zwart hier altijd al geweest. Pakistanen hebben Engeland opgebouwd, et cetera. Dat hoor je iedere dag nu. Hè? Gewoon iedere dag constant vanuit het neoliberale regime daar. Gewoon vanuit dat regime. En het wordt steeds harder en harder. En ze zeggen nogmaals, we hebben al heel lang weer al op de achtergrond dat er in wetenschappelijke academici dat ze in één keer leugens begonnen te vertellen over hoe in één keer zogenaamd negers altijd al in Engeland hebben gewoond bij een Shadowman, et cetera. We kennen alle leugens wel. En die zijn allemaal praktisch ontkracht, et cetera. Maar het maakt niet uit dat ze academisch ontkracht zijn. Het regime die gaat toch een dubbel aan op. En ze zeggen gewoon van, ja, er is niet zoiets als een Anglo-Saks. Het bestaat allemaal niet. Het is allemaal nep. Engeland is altijd al multicultureel geweest. Altijd al. Dat is de traditie. Dat heb ik ook al heel vaak nu moeten zien. Ze gaan er gewoon vol in. En ja, kijk, de realiteit is nogmaals, het is gewoon al Zuid-Afrika niveaus. Misschien wordt het zelfs nog erger. Ja, ze kennen ze kennen alleen maar een hogere versnelling. Sorry, Jan. Ja, de realiteit is, ik bedoel, de Anglo-Saxen bestaan inderdaad niet. Het waren allemaal Friezen. Oh ja. Fries imperialisme, ik ben voor. Ja.
Ik heb het Oeralinde boek al iets van 15 keer uitgelezen. Precies, ik heb er ook eentje goud op snee hoor. En met ingebonden in mensenleer en zo. Dat zal nog wel in de toekomst geanalyseerd worden wanneer we betrouwbare academici hebben. Nee, maar ik wil nog even terugkomen op die artikelen zoals bijvoorbeeld dus in The Guardian werden geplaatst door eigenlijk gewoon immigranten die dan zeggen, ja, er is geen probleem met immigratie. En er zit ook gewoon een arrogantie in, want vaak krijg je van dat soort types te horen, zo van ja, na de oorlog kwamen wij met de Winters generatie en met de postkoloniale aanwas. En wij hebben dan het land voor jullie heropgebouwd. Er zit echt zo'n enorme arrogantie in zo'n uitspraak. Ja. Maar het is ook puur bullshit. Ja, het is ook puur bullshit. Ze kwamen wat arbeid verrichten waar de werkgevers eigenlijk gewoon niet genoeg voor wilden betalen. Dat was eigenlijk alles. Als wij slim waren geweest, hadden we automatisering doorgevoerd in plaats van de goedkope arbeidskrachten te importeren natuurlijk. Maar zonder hen was het prima gelukt, was het zelfs veel beter gelukt, omdat we dan meer automatisering hadden gekregen. Zo simpel is precies. Het. Precies, precies. Op lange termijn, we blijven erbij, we zijn hier geen kapitalisten. En automatisering is belangrijk, industrialisering, hoe je het ook noemen, nogmaals, het is allemaal hetzelfde. Slavenarbeid is voor landen die mentaal ziek zijn, zwak zijn en immoreel zijn. En kijk, tot op zekere hoogte, immoraliteit van blanken heeft geleid tot de crisis van nu. Tot op zekere hoogte. Ik bedoel, de externe factoren die dit ons aan hebben gedaan, laat ik het zo zeggen, hebben er ook mee te maken. Nogal, ja. Maar ook gewoon de gemiddelde kapitalistische blanken, die ontloopt niet de guillotine, denk ik. Ja, het doet een beetje denken aan Zuid-Afrika, hè, waarbij dus het mooie land dat was opgebouwd, dat werd eigenlijk ondergraven door de industriëlen die allemaal goedkope arbeid wilden en dus allemaal zwarte ofwel importeerden, ofwel gewoon binnen lieten komen en in hun mijnen en zo lieten werken. Ja. Dat is een hele belangrijke factor geweest. Ja. Want waren in de meerderheid. Op een gegeven moment, tot zeg maar 1900, toen is het omgeslagen. Ja, en wat interessant is ze zeggen dan van de blanken moeten weg, want die zijn inheems. Maar iets van 70-80% van de negers van de zwarten, hoe je het ook moet noemen, in Zuid-Afrika, dat zijn allemaal geen Zulus. Nee. Het zijn niet eens Zulus, het zijn allemaal random Bantu uit het westen. De noordwesten, weet je, maar bij de Ivoorkust. Dat is fucking ver weg. Ja. Ik bedoel, kijk, ik snap van hun perspectief wel natuurlijk, Afrika is, nogmaals, dat is hun perspectief, dus dan maakt het niet uit van waar ze komen. En wij zullen natuurlijk ook zeggen dat het niet uitmaakt waar een Germaan van ook op hij mag altijd settelen in Germaanse gebieden. Maar alsnog, het is wel een soort van leugenachtig argument. Er zit wel een diepe leugen in van wij zijn allemaal inheems. Nee, eigenlijk ook niet. Ook niet. Ja, uiteindelijk waren eigenlijk volgens mij alleen maar de Bosjesmannen inheems. Hè, en die hebben de banden alle Bosjesmannen uitgemoord in een grote genocide. Ja. Dat wordt nooit besproken, maar een van de grootste genocide in de moderne tijd is alle Bosjesmannen en pygmeeën zijn uit Afrika vernietigd door de Bantu-trek naar het zuiden en het oosten en deels nu ook naar het noorden. De Berbers, hè, al die Marokkaantjes en zo en hoe je ze ook moet noemen. Sommige mensen zeiden tegen mij van, Berber mag je niet zeggen, ik weet niet waarom, maar het is gewoon een normaal woord. Het is net als Caucasië, dus ik ga het wel gebruiken. Zo niet, dan moet de regering dat zelf maar zeggen. Maar al die Berbervolken in Marokko, die gaan de komende 100 jaar er ook allemaal aan. Al die Marokkaantjes die stoer doen en zich met een Marokkaanse vlag in Berlijn wapperen. Hè? De Turkse nationalist in Berlijn, de Marokkaanse nationalist in Amsterdam. Jullie volken gaan het niet overleven, de Bantu-storm. En dat is niet mijn schuld. Ik doe niks. Ja, maar ik denk, is het niet zo dat de Berbers sowieso al zwaar onderdrukt worden door de Arabieren, eerlijk gezegd? Want ja, dat kan ook wel, maar je snapt wat ik bedoel. Al die groepen, maar ook Arabieren, die gaan ook gewoon een last van hebben in die gebied. Dat is wat ik probeer te zeggen. Jullie gaan er lekker ook aan, hoor. Dit is niet ons probleem alleen. Ja, nou, Tunesië bijvoorbeeld stelt zich wel te weer. Hè? Die stuurt gewoon al die mensen weer terug. Ja, maar Tunesië heeft een grote exodus van Fransen gedaan. 1,5 miljoen Fransen hebben ze het land uitgejaagd. Natuurlijk staan die er nog sterk voor. Die hebben letterlijk een massa-deportatie gedaan deze eeuw. En niemand durft ze ervoor te beklagen. En die zijn magisch dan niet zondig, volgens liberalen. Ja. Maar wij wel, want het Franse kolonialisme. Maar om even positief te zijn, goed nieuws uit Duitsland. In een tussenvonnis vanuit een rechtbank in Leipzig is het verbod dat minister van Binnenlandse Zaken en opperheks Nancy Schäfer dicteerde tegen het dissidente mediaplatform Compact. Dat is opgeschort. Volgens eindredacteur George Elsesser kon Compact tijdens de komende rechtsprocedures van nog wel 2 jaar doorgaan.
De grote vraag voor mij is of meneer Elsässer zijn huismeubilair weer terug heeft gekregen van de anti-Duitse staat. Ja, gastje. Dat ze zelfs stoelen en tafels meenamen uit zijn kantoor, hè? Als bewijsmateriaal. Het is echt... Hij heeft hierop gezeten, jongens! Ja, dat meenemen, ja, dat is bewijs. Ja, dat is bewijsmateriaal. Ja, nou ja, maar het is natuurlijk wel zo, hè? Dus misschien dat Fazer er ook wel een beetje op rekenen dat ze het niet helemaal gelijk haar zin zou krijgen. Maar het is natuurlijk allereerst een poging tot intimidatie. Hè? Dus dat gebeurt in Nederland ook heel vaak. Er worden mensen om hele lullige redenen die voor de rechtbank geen stand houden. Worden ze opgepakt en ondervraagd. Er moet een hele procedure door en zo. Maar dat is zeg maar het proces zelf. Is de straf, hè? Want dat kost je heel veel tijd, het rukt je leven uit elkaar, het kost je heel veel geld. Dus ik denk dat ze sowieso wel tevreden achterover kan leunen, deze Nancy Fazer, omdat ze dus in ieder geval al flinke loer heeft gedraaid aan haar politieke tegenstanders. 2 jaar kan Compact nog door. Ik hoop dat ze daar echt wat van maken. Het is natuurlijk wel zo, ja, het was een tijdschrift. De papieren media zijn natuurlijk sowieso wel redelijk op hun retour. Hè? Alleen maar nog. Nou, maar ook 300.000 abonnees op YouTube. Ja. Ik hoop zeker dat ze dat verder uitbouwen, natuurlijk. Hè? Maar ik vraag me af of ze op YouTube weer terug mogen komen. Die zullen wel geblokkeerd zijn daar, namelijk. Dus, ja, nee. En ik wil daar ook nog eventjes de kanttekening bij zetten. Dat tussenvonnis. Het is volgens mij meer een soort van optics check vanuit het systeem zelf, zodat Elsässer. En zijn collega's geen martelaars worden. Want er werd wel bij gezegd dat het zou beter zijn als men mildere maatregelen tegen Compact nam. Zoals bijvoorbeeld het verbieden van bijeenkomsten rondom het mediaplatform. We willen het niet over de top zijn in de presentatie van onze totalitaire insteek. Dus dan willen we maar gewoon met allemaal van dat soort kleine kutmaatregelen kapot maken. Ja, dat zei de rechtbank, hè? Ja. Dus ja, kijk, de rechtbank is natuurlijk ook gewoon onderdeel van het systeem. Daar kunnen we niet omheen. Dus die hebben eigenlijk gewoon wijze raad gegeven, zullen we maar zeggen. Ja, vanuit het staatsperspectief wel, ja. Het is letterlijk gewoon een tactisch besluit, maar de wil zogenaamd om het te vernietigen is nog steeds hetzelfde. Het is alleen van, misschien als we gewoon dus in plaats van gewoon direct publiekelijk het hoofd eraf hakken van deze man. Als we dan in plaats van dat doen, we hem gewoon rustig laten, weet ik veel, ergens aan een snoer of zo zetten en dan rustig laten stikken. Stiekempjes op de achtergrond, dat is beter. Nou ja, een beetje zoals Julian Assange hebben kapot gemaakt. Hè? Hoe lang heeft hij wel niet opgesloten gezeten in die ambassade en zo? Ik weet het niet, maar ik heb het gevoel mijn hele leven al. Dat meen ik ook echt. Ja. Ik bedoel, sinds ik mijn eerste politieke gedachte had, was er iets met Assange volgens mij. Ik bedoel. Ja. Dat is zo 2011. Oh mijn god, toen al. Ja, oh, man. Ja. Maar dat zeggen, maar ik letterlijk mijn hele leven lang al. Zo'n beetje. Ja, ik zeg net dat het zo 2011 was, maar nu gaan we het ook iets hebben dat zo jaren 80 aanvoelt. En dat is AIDS 2.0, apenstreek en apenbeet is net uitgebracht. De apenpok ook wel. Of de M-pok, zoals ze nu in het Engels naar moet worden verwezen. Dit verspreidt zich gestaag met grote uitbraken in Centraal-Afrika. Rondom al dat geweld daar. 1300 gevallen nu in Nederland en een nieuwe variatie in Zweden. De grote vraag is, welk hyperpromiscuur homofestival van de Nauris heeft weer recent plaats? Goed. M-pox staat, vraag je dan af, waar staat die M dan voor? Ja, monkey. Dus ze proberen op een of andere manier van monkeypox af te komen, want dat zou racistisch zijn of zo. Ik weet niet, is dat racistisch tegen apen? Ik heb geen idee. Maar in ieder geval, grote uitbraak in Centraal-Afrika. Daar wordt dus heftig gevochten en ja... een van de belangrijkste buits, dat is natuurlijk seksueel geweld. Het is niet buit zozeer als een wapen. Afrika heeft echt een soort van... Het is niet alleen een kwestie per se alleen maar van seksueel geweld. Het is ook gewoon, tijdens geweld veel mensen raken verwond en krijgen dan bloedtransfusie. Dat kan ook, maar ik bedoel, het is toch aardig bekend gewoon dat gewoon bepaalde stammen, die gaan gewoon andere stammen, doden ze alle mannen, verkrachten ze de vrouwen. Dat is gewoon standaard Afrikaanse oorlogvoeren. In de Congo in ieder geval. Ik bedoel, ik weet nog allemaal jaren 80 en 90 documentaires. Toen had men nog het lef om oorlogsgebieden in te gaan. En toen had het lef nog om gewoon de realiteit te rapporteren. Tegenwoordig doen ze dat niet meer. Maar het is voor gewoon aardig een conclusie al honderden jaren nu. Dat is daar gewoon een stammenoorlogwapen. Gewoon
mensen allemaal massaal verkrachten. Gewoon een wapen. Ja, sorry, het is gewoon zo. Ik kan er niks anders van maken. Jullie hebben het zelf ook nog een documentaire over gedaan. Alleen dat durven jullie tegenwoordig niet meer. Maar het is natuurlijk wel opvallend dat het ook gelijk hier naartoe komt. Hè? Zijn je nou 1300 gevallen dat, in Nederland? Ja. Mijn god. Dat is praktisch de hele Pride Festival in één klap. Maar het was dus ook toen het in 2022 voor het eerst echt in de Lage Landen opdook. Dat was bij in Antwerpen, bij dat Darklands Festival. En het was zo grappig. Want Victor, laten we het even uitleggen voor de Prutse luisteraars wat een Darklands Festival is. Wat dat ongeveer, we gaan niet heel grafisch alles beschrijven, maar wat gebeurt er in een darkroom voor de Prutse luisteraars die niks weten? Laten we het zo zeggen, je ziet niet waar je mee bezig bent, met wie je bezig bent, maar het is gewoon grijpen in het duister de hele tijd. Ja, je ziet niks, maar je voelt heel veel. Ja, zoiets. Ja, zoiets. Laten we het zomaar beschrijven, maar in ieder geval, ja. Ik denk dat het wel duidelijk is. Maar dan, ik denk dat het wel, ja, niet iedereen zou zomaar, want ik wist dat eerst ook niet, maar dan weet ik dat helaas nu dus wel. Het grappige is, ik kwam dus zo'n berichtje tegen van een of andere homo en die had het dus opgelopen. En hij had het dus over, ja, ik was bij een verjaardagsorgie van een vriend. Ik had seksueel contact met 15 andere mannen. En ik had een metrieke ton aan pis opgedronken. Maar daarna, in het laatste stukje van die thread, zegt hij wel eens van, ja, maar je kan niet aan homo's vragen om hiermee op te houden. Dat is ook weer een term die ik niet eerder heb gehoord, verjaardagsorgie. Ja, het is nog eens anders dan een stukje taart eten met een kopje koffie, hè? Als ik aan mijn verjaardag denk, dan denk ik gewoon aan die cliché-uitspraak van I just want a grill, man, weet je. En volgens mij, deze jongens die interpreteren het een stuk anders. Ja, ja, die willen ook grillen, maar dan op een andere manier, zeg maar. Oh, god. Ja, maar ik denk toch... Nou ja, ik weet het ook niet. Volgens mij heeft het toch wel een redelijk afschrikwekkende werking. Als je namelijk ziet hoe mensen eruit zien met hun apenpokken, dat is echt afzichtelijk. Hè? Dat is, ik denk dat zo iemand ook geen contacten meer krijgt, gelukkig. Hè? Behalve dan misschien in de darkroom, dan zie je niet hoe mensen eruit zien. Echt helemaal onder de bulten en zo. Hele gezicht vol bulten. Zegt, maar de homo-lobby zal weer aan het werk gaan en disproportioneel budget voor onderzoek hiernaar garanderen. Net zoals ze deden bijvoorbeeld met AIDS. Want als je ernaar kijkt naar de hoeveelheid mensen die kanker oplopen, tegenover de mensen die AIDS oplopen, er is disproportioneel echt in Amerika volgens mij iets van 5 keer meer aan onderzoek naar AIDS uitgegeven. Ten opzichte van mensen die kanker krijgen. Dat is opvallend, inderdaad. Het is natuurlijk ook een ziekte die meer tot de verbeelding spreekt. Hè? Dus wat was ook weer het slagzin zo van... zullen wij een wereld accepteren waar we als de dood zijn voor de liefde? Weet je wel, dat was een van de gevleugelde uitspraken. Ja, maar dat is allemaal spindokterwerk. Dat zou ik voor zo'n organisatie... Ja, tuurlijk. Tuurlijk, dus, dat is allemaal PR. Ja, dat snap ik ook. Je zegt, het spreekt meer naar de gedachte alsof dat inherent zo is wanneer dat gewoon... spindokterwerk is, dat zou ik voor een kanker ook wel kunnen. Die zin klinkt bijna als een stukje uit het libretto van de Wagner-opera. Ja, die snap ik niet. Maar dan heeft die dood een andere oorzaak. Dan is het dood echt uit liefdesverdriet of zo, weet je wel. Ja, Zelfs te denken. Dus, ja. Wagner heeft het gelukkig niet over dit soort onderwerpen. Nee. Ik moest even denken, maar wat bedoelen ze in brede staan? Nee, ik had het net over hoe ik ook wel als een spindokter een reclame kan maken voor kanker. En hij begint in één keer over Wagner. Nee, wat heeft Wagner? Is hij gestorven aan kanker? Heb ik iets gemist? Nee. Ja, ik weet niet, deed Siegfried Wagner dan wel aan darkroom festivals? Darkroom Bayreuth? Darkroom Bayreuth. Nou, dan ga je wel heel erg diep in de Wagner. Ik snap wel waarom ze Winnie Fred van de straat moesten vegen uit Engeland. Zwaar. Maar is het dit keer zo erg als de vorige keer, Victor? Dat we ook weer berichten hebben van allemaal kinderen en honden die het ook zogenaamd in één keer kregen? Weet je, ik denk dat we daar nog maar heel kort op moeten wachten. Mensen hebben het al over COVID 2.0, hè? Dus, ja, ja. Nee, maar voor de luisteraars die het allemaal weer vergeten zijn. Kijk, er was in één keer een uitbraak, hè? Tijdens zo'n darkroom festival.
En dan een week na die eerste uitbraak en dat de hele paniek opgedaan werd, dat het het nieuwe grote virus zal zijn. Alsof het alsof iedereen aan betrokken virus kan krijgen. Nee, een kleine groepering mensen kan het krijgen in Europa. En dat zei maar nogmaals. En dan vervolgens een week daarna kwam er heel kort even een paar uur lang, letterlijk maar een paar uur lang, het bericht uit van kinderen en honden hebben het nu ook. Ah. En toen begon iedereen te denken van, hoe zou dat komen? Dat is wel heel erg. Ja, toen in één keer was media stilte. Apenpokkenvirus bestond 2 jaar lang niet meer. Jeetje. Het bestond, magisch 2 jaar lang bestond het niet meer. Hè. Dat was gewoon volledige stilte. Het was in één keer uit de media en niemand sprak er nog over. En nu is het er weer. Maar de realiteit is, het was nooit echt weg. Hè. Het is nooit, nogmaals, er was stilte in het Westen, maar het is nooit weggegaan. Er zijn uitbraken geweest. Die zijn stilletjes behandeld en vaccins zijn gemaakt. Er is allemaal niks over berichten gekomen. Natuurlijk niet. De massamedia die wou het er niet meer over hebben. Iedereen heeft zogezegd gehoord van dit is een no-go bericht geworden in één keer. Maar het virus is in meerdere momenten gewoon rondgegaan en het is aardig behandelbaar. Het schijnt wel zo te zijn, dat is althans wat de media nu schrijft, hè, dat het nu een variant zou zijn die en besmettelijker is en gevaarlijker. Dat kan bijna niet, meestal is het namelijk het een of het ander. Hè. Dus het is misschien een beetje angstzaaierij. Maar goed, we zullen het wel over. Maar wat erg interessant is, dus het is 2 jaar niet gebeurd, was het magisch weg en nu is de magische variant opgekomen. Maar de realiteit is, hij is niet goed bestreden, hij is doorgeëtterd in deze groepen. Nogmaals, elke keer was het weer een nieuwe. De ene keer was het in één keer in fucking Portugal, in Lisbon was er in één keer een reuze uitbraak. En dat wist je maar niet, want dat werd niet gerapporteerd. Dus dan moest je naar speciale organisaties gaan die dat wel gewoon de data rapporteren op zo'n kleine kutsite. Waar mijn honderdmama kijkt of zo. Maar dus dat virus heeft de hele tijd doorgeëtterd. En dus heeft het de kans gekregen om zich inderdaad te veranderen. Mm. Om een meer virale variant te worden. Omdat nogmaals, het is niet gewoon in de kiem gesmoord. Wat makkelijk had gekund. Want dit is nogmaals overgedragen grotendeels door seks. Ja, het had bestreden kunnen worden door onthouding in feite. Ja, gewoon dus quarantaine onthouding. Dat is alles wat je had hoeven doen. Letterlijk alles. That's it. Ja. Dat was gewoon weg geweest hoor. Maar ja, dan had je bepaalde groepen in quarantaine gestopt. Ja, dat kan natuurlijk niet, hè. Dat kan niet, Reinhout. Dat zagen we bij COVID ook, hè. In quarantaine, bepaalde groepen in quarantaine stoppen, dat kan niet. Dus moet gelijk de hele bevolking eraan geloven. Nou nee, eerst doen we gewoon 3 maanden lang niks. De grenzen mogen niet dicht, mogen bepaalde groepen niet even reisdocumenten ontzeggen, omdat toevallig in China nu een lopend vuurtje is, et cetera. Dat mag allemaal niet. Dat mag allemaal niet. Eerst moeten we 3 maanden volledig de maatschappij laten rondgaan en dan zetten we de hele maatschappij op slot. Ja. In plaats van een kleine chirurgische ingreep tijdelijk te doen. Nee, dat mag niet, want dat is anti-individuele bla bla bla. Maar de hele maatschappij, nee, dat mag wel. Dat mag wel. Ik hoop dat COVID niet ons voorbeeld is, laat ik het zo zeggen. Ja, ik wil ze geen ideeën geven, maar we hadden het net over de vooruitzichten qua honden en kinderen en zo. Of dat wel of niet weer zal gebeuren. Ik vraag me af, met dat hele gedoe met apen in de naam van de ziekte, gaan de furries daar een ding van maken? Ja, nou, furries zijn meestal geen apen, hè? Het zijn meestal wolven volgens mij, toch? Ja, ik weet niet, maar ze zullen vast nu al op ideeën komen. Ik ben er bang voor. Ik wil er best wel op wedden, om eerlijk te zijn. Wat was de Nederlandse term ook alweer? Vachjes, toch? Ja. Dus binnenkort hebben we dan apenvachjes. Ja, je kunt het zo gek niet bedenken, natuurlijk, inderdaad. Ja, maar noemen ze dan primaatjes? Bonobo's. Bonobo's. Volgens mij zijn er dan andere mensen die zich aangesproken voelen, dus daar moeten ze wel voorzichtig mee zijn. Dat kan. Kijk, Victor, ik ben gewoon niet zo ingesteld eigenlijk van mijn natuur, dus ik had zover niet gedacht. Nee. Maar natuurlijk de liberaal, die eigenlijk diep van binnen wel zo denkt, die zou het gelijk zien. Die maakt gelijk die gedachtensprong, zullen we maar zeggen. Van de middigheid gaan we nu naar de cringe, want we gaan het hebben over een reeks uitspraken van Trump laatste week. Natuurlijk was het ten eerste dat hij terugkeerde naar X. Hij deed daar een interview met Elon. Ja. Natuurlijk legt hij weer de hele nadruk op alle Hispanic en Black jobs waar hij voor zou gaan zorgen. Hij ging weer het hele lijstje van alle groepen in de wereld langs. Behalve dan de groep die werkelijk op hem stemt. Ja, inderdaad. Vervolgens, ja, als aan zich gewoon puur vanuit optiek van een campagne was het wel gewoon een oké interview natuurlijk. Ja, de punten die hij maakte waren voor een groot deel kut. Maar later dan deed hij echt van die absoluut tenenkomende filmpjes dat
zo'n edit van een video van twee dansende mensen, maar dan had hij de hoofden van Elon en zichzelf erop geplaatst. Dus ik weet niet wat er gaande is binnen dat campagneteam, maar... Dat is gewoon boomerbeden. Nee, maar boomers vinden het gewonnen. Dat is aas voor boomers. Wat een cringe, jongen. Wat een cringe. Niet te geloven. Nee, dat is Facebook. Dat is gewoon Facebook. Dat gaat als een lopend vuurtje Facebook, man. Ik zweer het je. Ja, de pensionarissen, elk bejaardenhuis wordt helemaal gekker in Amerika, hoor. Maar helemaal gek als hij weer zo'n filmpje plaatst waarin die twee slecht geëditeerde... slecht bewerkte... wanneer die zo'n slecht bewerkte video post op Facebook... van twee dansende oligarchen, waarvan hij er dus eentje is en Elon Musk is de andere. De gemiddelde Amerikaanse boomer wordt helemaal gek, jongen. Hij gaat helemaal door het lint. Dat is zijn rekentijd weer, helemaal die opleeft. Hij voelt zich weer jong. Hij kan de wereld weer aan zodra hij dat ziet, hoor. Geloof mij maar, Victor. Jij zegt van dat het stenen komt. Nee, dat zorgt ervoor dat al die mensen nog €1000 gaan doneren aan de Trump-foundatie. Ik luister hoor. Ik heb allemaal ideeën voor dit panel. Voor allemaal TikTok-dansjes en Facebook-dansjes voor boomers. Om het luisteraars aantal te vergroten. Nou ja, kijk, ik weet niet of ik drones wil hebben die luisteren. Sorry, Victor. Maar ik ga liever voor stel jonge functionele mensen die nog zogezegd politiek betekenis hebben. Ja, maar we moeten gaan scoren bij de boomers, hè? Ook al zijn die over 15 jaar dood. Voor de erfenis? Ja, oké, misschien. Ja, ik weet niet. Ja, Trump, het is echt onvoorstelbaar. Hier ook weer zo'n filmpje. You know, just to get off for a second. Years ago, my father was a big supporter of Jewish people and Israel. He's not Jewish. He wasn't Jewish, but he was a great friend of a lot of Jewish people. And if you say, let's say 15 years ago, maybe not even that long, anything bad about Israel or Jewish people, you were finished as a politician, right? You were finished. You wouldn't do that. A congressman, you wouldn't do it anyway, but nobody would do it. The most powerful lobby in this country by far was Israel and Jewish people. Today, it's almost like, what happened? Dat zei hij dus voor een bijeenkomst van Joodse aanhangers in New Jersey. En dat is ook echt zo'n misvorming van de werkelijkheid. Hè? Het is een klein beetje waar in de zin van ten opzichte van 15 jaar geleden heeft Israël qua beeld naar de buitenwereld toe en hoe het door veel Amerikanen, zeker studenten, gezien wordt, heeft het echt flink ingeboet. Dat is wel waar. Maar Trump die doet echt alsof het helemaal voorbij is voor de georganiseerde Joodse gemeenschap in de Verenigde Staten. Nee, maar kijk, wat Trump gewoon heeft van, kijk, 15 jaar geleden, als Benjamin Netanyahu naar binnen kwam en hij zei spring, dan begon iedereen gelijk te springen. En nu vragen ze, hoe hoog, mijn heer? en dat geeft aan dat er een soort van twijfeling is. En dat is gewoon onacceptabel. Oh, je vergeet het nog, hè. Niet alleen hoe hoog ze kunnen springen, maar daarna moet Netanyahu nog aangeven wanneer ze moeten stoppen. Wanneer ze weer naar beneden mogen springen. Ja. Maar hij klaagde dus over dat die oude toestand, dat hij weer terug moet komen. Dat hij zo verzwakt is en zo. Dat ze tegenwoordig zomaar dingen kunnen roepen die tegen Israël zijn en zo. Dat is echt... Ja, dan ging je nog op verder. Want hij had het dus over dat als hij eenmaal aan de macht is, dat hij dan het federale geld en de accreditatie van universiteiten die pro-Palestijnse sprekers, geluiden, demonstraties toelaten, dat hij dat zal ontnemen. Dat is natuurlijk logisch, hè? Ik bedoel, dat is zomaar antisemitisch wat ze daar doen. Dat heeft helemaal geen band met de realiteit. Dat is gewoon haat die zomaar ineens naar boven komt. Het heeft niks te maken met het conflict in Palestina natuurlijk. Logisch dat je dat wilt voorkomen. Ja, wat ik ook heel erg onsmakelijk vond van Trump laatste week was, dus had hij het over een medaille, presidentiële medaille die hij had gegeven aan ene Miriam Edelson. Ik weet niet, is die verwant aan Sheldon Adelson? Maar ja, dat is de vrouw. Ja, ik dacht al, ja. Dat is ook een Israëlische megadonor. Die vrouw gaf hem dus 100 miljoen. Ja. En dan zei hij zo van, zij heeft nog wel op een fijne manier de medaille gegeven. Want normaal gesproken moet ik dat soort medailles geven aan mensen die ervoor zijn doodgegaan of zwaar verminkt zijn geraakt. En ik zat echt zo'n beetje erbij van, god, dit is al heel erg smakeloos. Dat je zo'n vergelijking ermee trekt. Ja, hij had het erover van de medailles die door het congres worden gegeven, dat is allemaal aan militairen, die zien er vaak zo slecht uit. Hè? Die hebben dan een been verloren of zo, of een oog, weet je wel. En ja, dat is helemaal niet prettig om dat te geven. Maar de presidentiële medaille van de Medal of Freedom, geloof ik dat het was. Hè? Ja. Ja. Die heb ik aan haar kunnen geven. Het was zo fijn, want ze zag er nog zo leuk en zo vief uit. Dat is zoveel fijner. Ik bedoel, dat je zelf niet schaamt.
Dat je dus in ruil voor die 100 miljoen, laten we wel wezen, het is gewoon koehandel, dat je in ruil voor die 100 miljoen iemand die de hoogste presidentiële onderscheiding geeft. En dat je dan gaat zeggen van ja, het was zoveel fijner dat ik hem haar gaf. Want zij zag tenminste een beetje appetijtelijk uit vergeleken bij een soldaat die zichzelf kapot heeft laten schieten in dienst van het Amerikaanse imperium. Ik bedoel, in wat voor wereld leeft die man, denk je dan? Hè? Nou, gewoon Amerika, Reinhard. Nee, maar je zit er wel verbaasd van. Ja, deels heb ik ook zoiets van, ja, het is... Maar tegelijkertijd denk ik van, nou ja, in het land waar Barbie poppen en zo... zo zingt. Ja. Nee, maar in het land waar alleen waar geen ziel wat uitmaakt. En waar vrijheid eigenlijk in zichzelf een nepwoordje is. Hè? Het Germaanse woord vrijheid is eigenlijk soevereiniteit. Dat is de oorsprong ervan. En helaas zijn ook heel veel Germanen zijn dat verloren. Die hebben ook een geliberaliseerde individuele conceptie van het woord vrijheid, ikke vrij. Wanneer vrij eigenlijk betekent de soevereiniteit van de stam, niet onderworpen zijn door een externe, et cetera. Maar dat terzijde, hij viert gewoon de echte vrijheid, namelijk de vrijheid om een mooie meid een medaille te mogen geven en daar 100 miljoen eraan te verdienen. Nee, maar dit is de echte vrijheid. Hij is de vrije man. Hè? Hij is de kapitalistische overman, als het ware. Dat is hij wel. Hij is wel. Hij heeft het bereikt. Hè? Hij heeft een persoonlijkheidscultus. Hij is een soort van kapitalistisch Caesar geworden. Hij wil niet met zo'n. Nogmaals, maar hij zegt ook altijd losers zijn dat. Hè? Mensen die. Ik geloof dat hij een tijd geleden heeft gezegd van mensen die gewond terugkomen uit het leger, dat zijn losers. Heeft hij gezegd. Ja. Daar ben ik eigenlijk zeker van. En dat is vanuit zijn denkbeeld, zijn individualistische, kapitalistische denkbeeld. Van, kijk, alleen mensen die zogezegd leuk voor mij zijn, dat zijn winnaars. Ja, hij heeft het anders gezegd. Volgens mij heeft hij gezegd van ja, ik hou van mensen die als winnaars terugkomen uit de oorlog in plaats van dat ze verliezers zijn. Dat heeft hij gezegd. Ja, maar iedereen komt uit de oorlog als verliezer. Kijk, nogmaals, iedereen komt uit de oorlog als verliezer. Dus dat laat ook weer, nogmaals, dit laat dat gestoorde denkbeeld zien. De enige die wel als een winnaar uit de oorlog komt, is een industrialist, een corrupte industrialist, ja. zoals een Trump. De mensen die de jonge mannen de oorlog ingestuurd hebben. Hè? Maar er bestaat geen winnaar uit een oorlog, zo'n beetje. Ook de grootste oorlogshelden zoals Ernst de Jonge zijn eigenlijk ook geen winnaar, echt als je het zo wil zien. Hun land heeft altijd, oorlog is altijd een soort van verlieshaast. Hè? Als je het kan voorkomen, ben je altijd beter af. Maar alsnog, dat tenzijde. Dat is een bijna Chinese instelling van, hoe heet je ook alweer? Hoe heet die beroemde Chinese strateg? Sun Tzu. Ja, maar Clausewitz ook. Clausewitz zegt van, het leger is het beste middel als dreigement. Niet als daad, hè? Niet als doen. Niet gaan vechten. Ja. Dus nogmaals, dat is gewoon logisch en dat moet iedereen snappen, maar blijkbaar niet iedereen tegenwoordig. Maar nogmaals, wat ik zeg, van uit welke wereld komt hij? Ja, hij komt gewoon uit liberalisme. Hij is de winnaar en hij is blij om een leuk vrouwtje te kronen, als het ware, voor 100 miljoen daarvoor terug. En dat is hoe hij een leuke wereld ziet. Dus vanuit zijn perspectief is dit een logische opmerking. En om daarop aan te sluiten, hij heeft ook zo'n fragmentje uit de toespraak. And we're going to close the border and we're going to get the crooked ones out, the bad ones out. And we're going to let a lot of people come in, because we need more people, especially with AI coming and all of the different things. And the farmers need, everybody needs. But we're going to make sure that they're not murderers, killers, drug dealers, and the kind of people that we have largely coming in right now. Dat hij zegt zo van ja, wat Kamala en Biden allemaal binnen hebben laten komen qua immigratie, dat zijn allemaal slechte mensen. Maar ik ga heel veel goede mensen binnenhalen. Maar wat er ook dus bij komt, is dat Trump ook zegt, ja, we gaan AI hebben. Dus dan zegt hij voor een bepaalde reden dat we juist meer mensen nodig hebben. Ja, vanwege AI. Ik snap niet waar dat... Niemand snapt helemaal niks. Gewoon qua... Die nemen juist heel veel taken van mensen over. Dus technisch gezien heb je er minder nodig. Ik vind alsnog gewoon dat je gewoon een stabiel geboortecijfer moet hebben. Maar het idee van, we moeten de hele wereld naar binnen halen vanwege AI. Wat... Ja, hij snapt het gewoon niet. Het is echt een boomer. Hij snapt niks van technologie. Nee, inderdaad. Dan zitten wel al die boomers met hem te schaterlachen voor die dansjes met Elon. Maar ik moet toegeven naar zo'n uitspraak, hè, van die had over Marion... Over die Miriam Ailes. En dan denk ik zo van ja. Had die Kroeks maar een stukje beter gemikt. Had die Trump maar niet zo'n hoofd naar de andere kant op gezet. Ik wil wat een absolute mogol. En het probleem is dat als die wint in november. Dan zitten we nog zoveel jaar met hem opgeschreven. Ja, ik hoop ik heb al een keertje eerder gezegd. Ik hoop gewoon dat het daar nog gewoon heel voorbij is. Dat we het dan kunnen vergeten.
Op een bepaald niveau. Weet je, het is een beetje jammer dat die koek zo gefaald was. Dat betekent ook dat er minder grote kans is voor een tweede. Maar ja, wat krijg je dan? Het is gewoon zo zielig allemaal. Nou ja, kijk, weet je wat je dan krijgt, Victor? Dan krijg je een kort moment waarop iedereen een beetje van de persoonlijkheidscultus afgaat. Ja. Dan gaat het regime de volgende reken vinden, de volgende tv-ster. En dan wordt het een grote slag. Of de paar intellectuelen die helaas dan ook steeds ouder worden in Amerika. Of die de Fuentes-types kunnen stoppen met weer achter een fucking persoonlijkheidscultus aan te gaan. In plaats van een intellectueel gestructureerde ideologie te krijgen gewoon in Amerika. Ja, dat ook, maar het moet uiteindelijk, volgens mij weer een beetje een meningsverschil af, want ik geloof dat we ook wel een leidersfiguur met een persoonlijkheidscultus nodig hebben. Ja, maar al je punten over gewoon ideologisch strakke officiersklassen, dat begrijp ik allemaal, maar uiteindelijk moet je wel een persoonlijkheid hebben waarmee mensen... Die heb je nodig, dat is gewoon zo, maar dat nogmaals, dat is de posterboy. Maar je moet gewoon op een gegeven moment een gestructureerde groep mensen hebben die klaarstaan wanneer Trump zogezegd als persoonlijkheidscultus dood is. Dan moet er op een gegeven moment vanuit een al voorbereide intellectuele ideologische structuur, die moet er eigenlijk dan al zijn. Het feit dat hij er niet is, is crimineel vanuit nationalisme in Amerika. Naar mijn mening, dat is incompetentie of gewoon corrupte wil. Een van de twee, ik weet niet wat het is. Die moet dan al iemand hebben, al klaargestoomd is, om die rol te vervullen. En je moet ook al het netwerk achter zich hebben. En dat geldt ook in Europa. Dat geldt ook bij ons. Als Wilders stopt, dan moet er al een heel netwerk klaarstaan om de nieuwe cultus, om zogezegd de middeleeuwse horigen zogezegd achter zich te krijgen. En dat als laatste machtsstap. Maar je moet al die klassen hebben. Wat wij elke keer nu zien in Europa, in Amerika, in nationalisme algemeen, is iedereen zegt van ik wacht op de grote leider. Nee. Je moet alles al klaar hebben staan, zodat jij de grote leider kan bevoorraden. Jij moet hem bevoorraden, jij moet hem maken, je moet hem al hebben. En je moet gewoon wachten tot weer zo'n stomme cult zijn tijd heeft gehad. En dan moet je erin springen. Je maakt die jongen, je maakt die man. En die jongen die is misschien nu 18 jaar oud, ongeveer, in Amerika. Die is misschien nu net 18. Want dan is die 22 ongeveer wanneer Trump is klaar. Dan kan hij beginnen en men moet zo gaan denken. Hij is nu 18 jaar oud. Hij moet nu intellectueel volledig klaargestoomd worden. Ja, maar weet je wat het probleem is? De meeste leiders van nationalistische organisaties, die willen zelf allemaal de grote leider zijn. Dan denk ik, hè, je moet eventjes, hè, als je dan toch een voorbeeld wil hebben, denk eens aan Adolf Hitler. Hè, die dus van zichzelf dacht dat hij alleen maar de voorbereider was. Die helemaal er niet eigenlijk in zijn gedachten had dat hij de grote leider zou zijn. Hij zou namelijk alleen maar de wegbereider zijn. Dus ik denk dat die leiders van nationalistische organisaties wat bescheidener zouden moeten zijn. En zouden tevreden moeten zijn met het idee van nou, ik ben zoals jij zegt een officier in de officiersklasse. En wie dan uiteindelijk zeg maar de grote charismatische leider wordt, dat zien we wel. Maar om zelf direct de leider te willen zijn, dat is eigenlijk hubris. Het is narcissisme en corrupte wil. En ik ga toch weer even de jonge Turken erbij pakken. De mensen die direct onder Goltz als allereerste begonnen te studeren, die zijn allebei gestorven in de oorlog en hebben niet zogezegd de revolutie kunnen helpen, et cetera. En die hebben wel weer jongens onder zich toen opgeleid en die hebben hun werk voltooid. Dit was een multigenerationeel ding. Dus men wist al dat het Ottomaanse Rijk ging vallen, dus ze hebben al voorbereidingen toen gedaan, et cetera, nogmaals. En natuurlijk, zij hadden voordelen, ze hadden al een staat, waarin ze in principe dus als nationalisten min of meer konden functioneren met heel veel middelen. Dus nogmaals, we hebben altijd een achterstand. Maar alsnog, je moet gewoon accepteren van, de kans is groot dat ik het werk niet compleet maak. Maar je kunt wel een standbeeld nog van je krijgen, je kunt nog wel geëerd worden als de grote leider na de tijd. Jij kunt die grote jongen zijn die andere jongens heeft opgeleid, die jou weer eren. Door het werk te volbrengen. Zie dat dan als de eer. Maar dat, nogmaals, zoals je zegt, er zijn gewoon te veel narcisten misschien of zoiets. Ik weet het ook niet. Maar ja. Te veel mensen die denken van in mijn tijd, alsjeblieft man. Nogmaals, in mijn tijd, en ik moet het zijn. Dat is het grote probleem. Je moet in eeuwen leren denken. Nou, eeuwen of in ieder geval kunnen denken aan 3 generaties, zoiets. Maar dat is inderdaad bijna een eeuw. Maar laten we zeggen 50 jaar. Dus ongeveer wel te overzien. De realiteit is, toen ik 15 was en de eerste boekjes moest gaan lezen en wat dan ook, er waren er maar een paar mensen die zich enigszins intellectueel op YouTube bezig hielden. Een klein beetje maar. En die hadden 0,0 interesse in de jongeren. Die waren arrogant als terneten. En ik ben nog altijd boos over het tekort van leiderschap toen. Dat ik zoveel heb eigenlijk moeten beklimmen en onderzoeken uit mezelf. Ik had zogezegd
een spoedcursus al binnen 2 jaar moeten gekregen, volledig. Dat is gewoon de realiteit. Hè? Dat zou in ieder geval een optimaal iets zijn. Van, hey, ik heb al aardig ingelezen, jongens. Ik zie dat jullie hier wat hebben. Mag ik een spoedcursus krijgen? Er is geen efficiënte aansluiting van de generaties. Geen werkelijke overgang van mentorfiguren die de ideologie goed leggen bij de jongere generatie. Ja, en ik weet nog, dit was in die babsfeer, of zoiets, of weet ik veel. Nee, dit was niet de babsfeer, maar dat was weer een andere sfeer. Het is allemaal kutsfeer, ik haat ze allemaal niet. Maar dit was weer zo'n sfeer die zegt van, mentorschap, dat is een of ander Grieks, blabla, homoseksueel ritueel, zeiden ze toen of zo. En mensen worden alleen gestaald door hun tijd en je moet juist niet te veel lezen. En allemaal van dit soort opmerkingen. Dit waren een beetje rare mensen die dachten van, je moet gestaald worden in de tijd als skinheads en je moet naar Oekraïne gaan te vechten. En dat is de enige manier om nationalist te worden. Dus dat is weer helemaal de andere verkeerde kant, laat ik het zo zeggen. Dat is niet het denken van generaals, dat is het denken van soldaatjes, zeg maar. Volgens mij was het een erg neppe sfeer, want hij bestaat nu niet meer. Ja, okay. Dat zegt wel genoeg. Of ze zijn allemaal gestorven in Azovstal, dat kan ook. Maar ja, daar heb je dus ook niet gewonnen. Dus heb je bewezen dat je strategie niet werkt. Ja, laat ik het zo zeggen. Dit soort mensen, die hebben niks vooruitgebracht. En wat moet je hiermee? Mentorschap is toch gewoon hoe elke generatie en elke intellectuele beweging ooit begonnen is. Ja, natuurlijk. Het is ook het principe van het patriarchaat. Hè? In principe is jouw vader jouw eerste mentor. Maar we leven natuurlijk in een cultuur waarbij er afgezeken wordt op de vaders. En dus is het mentorschap ook niet hoog in aanzien. Ja. Maar denk ik aan een leraar bijvoorbeeld. Een leraar, bijvoorbeeld de geschiedenisleraar, om een bekend iemand aan te halen, die heel inspirerend is geweest voor de verdere carrière van die persoon. Hè? Zelfs tot echt een groot leider. Nee, maar ik weet niet wat daar ook gewoon een soort van rare individualistische haat aan is of zo. Want ik heb hem wel een paar keer gezien van, hoe bedoel je, ik moet me onderwerpen aan een mentor? Ik denk van, makker, je bent gewoon niet zo slim. Sorry, maar je bent maar één persoon. Je bent nou ongeveer 16 jaar. Je hebt waarschijnlijk heel veel vuur in je hart. Et cetera. Maar je moet gewoon onderwezen gaan worden. Sorry. Ja. Het is toch gewoon logisch dat dit moet? Hoe kun je voor... Kijk, en dit zijn allemaal jongens die hebben dan een beetje... Die zijn dan wel doorbroken van de liberale mythe. Weet je wel, die hebben ze dan doorbroken. En dus dan denken ze vervolgens, ik ben heel slim. Nee, je bent wel slim. Als in genetisch heb jij heel veel capaciteiten en mogelijkheden. Maar je bent nog niet onderwezen. Snap je wat ik bedoel? Je bent pas begonnen. Jij moet je nu, of je nou leuk vindt of niet. En misschien zul je het niet leuk vinden. En ik vind eigenlijk persoonlijk dat een haat aan je mentor hebben is niet per se verkeerd. Want je wil hem altijd ontstijgen en bewijzen dat je beter dan wat dan bent. Dus haat hem maar, weet je wel. Haat onderzoek maar van mijn part. Je wil zeggen van, vervelend dat ze allemaal van die intellectuele dingen zeggen. Ik wil gewoon mijn nieuws luisteren of zo. Van nee, je gaat aan het werk maken. Je gaat gewoon slimmer worden dan de vorige generatie. Ja, dat is wat er moet gebeuren. Ja, en toch denk ik dus het idee van een inspirerende leraar, dat is eigenlijk toch het principe van alle opvoeding, maar ook van alle kennis eigenlijk. Hè. Zo werkt het ook op school en ook op universiteiten. Dat is de manier waarop je kennis opdoet. Dus misschien dat het komt door de vergoddelijking van alleen maar jeugd, zeg maar, in onze cultuur. Maar het is gewoon essentieel dat je niet zozeer onderwerpt, maar dat je wel openstaat voor... Niet gaan kukken erop. Ik haat niks meer aan dan blank individualisme. Het niet kunnen zeggen van, ik onderwerp me aan mijn volk. Ik onderwerp me aan de Nationale Beweging voor Bevrijding. Durf dat gewoon te zeggen. Nu iedereen, nee, die luistert. Klaar met dat individualisme. Klaar met dat doen alsof je heel slim en sober bent. Maar eigenlijk ben je gewoon een badje die niet durft te zeggen, ik onderwerp mij aan de intellectuelen van de Nationale Beweging voor Bevrijding. Gewoon dat klinkt helemaal heel marxistisch misschien. Maar nogmaals, dat is in principe de kern van wat iedereen moet doen. Ik ook. Ik ook, hè? Dus ik ook. En ik had dat graag als jeugd zelfs misschien wel liever wat meer willen doen. Prins Günther, het is tijd om diep in jezelf te kijken en jezelf de grote vraag te stellen. Wie ben jij en wat kan je voor je volk doen? Ja, ja. En nog belangrijker, wat kun je voor Israël doen? Nee, maar kijk, nogmaals, als een mens, als een volk die kan zeggen van, ik onderwerp me aan de beweging, hoe kun je dan jezelf bevrijden? Had Clausewitz zich niet de Franse overheersing uit Pruisen verdreven? Denk je dat hij nooit in principe, of die nou met directe woorden heeft gezegd op zo'n manier of niet, dat maakt niet per se uit, maar hij heeft in principe zich onderworpen aan de beweging voor bevrijding. Daar heeft hij zich leven lang voor ingezet. Dat is gewoon wat moet gebeuren. Dat moet je gewoon durven te zeggen. Als je dat niet kunt zeggen,
je voelt je zo daarboven of zo, en je bent zo'n individu, en je bent zo speciaal. Nu denk ik, nee, je bent politiek soldaat voor de nationale beweging. Dat is wat je bent. Eind van het verhaal. Word intellectueel. Het enige wat jij moet orders opvolgen van je mentor, behalve als je denkt, op de Pruisische manier denkt, dat jij met flexibel je eigen orders nog beter kan zijn. Dat is je recht. Dat is je recht van flexibiliteit. Is als jij denkt dat je nog beter kan functioneren. Door je eigen orders te volgen. Andersom heb je geen rechten. Want dan is het gewoon narcisme. Ja. Nou, dat is eigenlijk. Nee, maar dat moet een keer gebeuren. Gewoon. Je moet gewoon, nogmaals, individualisme moet afgebroken worden. En mensen moeten zich onderwerpen aan de beweging. En dan mag het best over meerdere organisaties. Maar het mag niet los van de grote gedachtegoed. Dat mag niet. En dat grote gedachtegoed komt inderdaad, zoals jullie zeggen, dan dus een beetje door zo'n leider, quote unquote, het posterboy. Maar ook dat posterboy, zo'n posterjongen, die heeft gewoon een hele staf achter zich, hè, die alle intellectuele dingen uitvogelt. Daar heeft hij dagelijks zo'n posterkeeltje, die heeft daar dagelijks gesprekken mee, en die draagt het dan weer uit via weet ik veel wat voor kanalen of wat dan ook, dat maakt niet uit. Maar nogmaals, het idee van een leider is niks anders dan een posterboy. Ook hij heeft een hele staf van intellectuelen achter zich. Dat had Atatürk toch ook? Ik wil je niet onderbreken, Jan. Dat is heel mooi om te horen. Maar we moeten even de rant onderwerpen aan de rest van de aflevering. Ja, onderwerpen aan de grote zaak. Ja. Aan de grote aflevering. Ja. Het ministerie van Volksgezondheid in Gaza heeft bekendgemaakt dat het huidige dodenaantal laatste week boven de 40.000 is gekomen. Waarvan 10.000 kinderen zijn. Maar dit is een terughoudende schatting. Eind juli was er bijvoorbeeld een open brief aan het Witte Huis, waarin 45 doktoren hadden aangegeven dat het dodenaantal waarschijnlijk op 92.000 lag. Eerder die maand kwam het Britse wetenschappelijk tijdschrift The Lancet nog met een schatting van zelfs 186.000. Dus ik vraag me wel af, als de oorlog helemaal is afgelopen en je kan echt de fatsoenlijke telling doen en alle gegevens bij elkaar brengen, wat er dan tevoorschijn zal komen. En natuurlijk ook afhankelijk van hoe de oorlog eindigt, want dat zou me nog steeds niet verbazen. Als het ze gewoon zou gaan lukken om alle Palestijnen uit Gaza te drukken. Nou ja, kijk, het is natuurlijk zo. Ze hadden op een gegeven moment redelijk betrouwbare tellingen van iets van 5 tellers of zo. Palestijnen dus. Die zijn allemaal verdreven of gedood door Israël. Dus op een gegeven moment konden ze geen betrouwbare schattingen meer doen. Het is natuurlijk ook zo, die 40.000, dat zijn alleen maar mensen waarvan het officieel is vastgesteld met alle gegevens, zeg maar. Maar kijk, heel Gaza is verwoest. Al die gebouwen zijn verwoest, zo ongeveer. Dus er liggen heel veel mensen nog onder de puin. En die kunnen ze helemaal niet meetellen. Dus die inschatting van The Lancet, dat het tegen de 200.000 loopt, ja, die lijkt me heel, heel redelijk. En dat betekent ongeveer 10% van de bevolking dus, hebben omgebracht. Maar weet je wat ik wel sowieso zeker weet aan het eind van deze oorlog? Het maakt niet uit of het 150.000 doden zijn of 300.000. Het zal sowieso niet genoeg zijn om het een genocide te mogen noemen. Waarom? Ja, geen gesprek, einde van het verhaal. Ik ben van Wikipedia verbannen. Als ik dit argument ga hebben met Wikipedia als deze oorlog voorbij is, van is dit een genocide, mogen we dit genocide noemen omdat 10% van de bevolking vernietigd is? Dan weet ik nu al dat het antwoord gewoon nee is en dat het gesprek op slot gaat. En dat hier komt gewoon volledige maatschappelijke stilte over, gewoon in het Westen. Dit wordt volledig ondergegraven. Maar ze zullen dat nooit durven te benoemen een genocide, want dan zullen ze met allemaal technische theorieën komen van, nou ja, genocide is alleen maar iedereen uitmoordt. Ja, maar hoor eens even, zeg ik dan, Israël bestaat nog steeds. Dus dan zijn bepaalde andere evenementen ook niet zo te noemen. Jawel, blablabla. Nee, kijk, snap je? Dit wordt een heel onzinnig argument. Dat weet ik nu al. Je gaat hele gestoorde argumenten over binnen liberale gebeuren, hoor. Binnen Wikipedia, binnen alle organisaties die over de waarheid zogenaamd gaan. Nou goed, jij hebt het over een stilte dan, maar die stilte is er nu in feite ook. Hè? De enige die nog een beetje ruchtbaarheid geven aan wat er allemaal in Gaza gebeurt, dat zijn de Palestijnen en wat linkse vrouwen die af en toe een demonstratietje doen. Dat is eigenlijk alles. Laatst was er wel bij een feestje van Kamala Harris, die was een geld aan het inzamelen of zo, waren er wel wat demonstranten die op een gegeven moment al binnenkwamen en wat leuzen riepen. Maar die werden dus met grof geweld verwijderd door de politie. Dus de stilte heerst nu eigenlijk ook al. Dus die kan alleen maar groter worden. Men gaat gewoon doen alsof dit niet gebeurt. Dus het is precies hetzelfde als met de Sovjet-Unie. Hè? De Sovjet-Unie was geweldig in 1941 tot 1945 en weer slecht daarna. Dus snap je, in één keer is iets anders. De knop gaat gewoon omgezet worden. En dit gaat gewoon als massamoord bestempeld nog wel worden in de geschiedenis, et cetera. En oh, wat zielig, maar Hamas was slecht, niet vergeten, Hamas was slecht. Daar ging het om, Hamas was slecht.
hebben we gewoon 1000 keer herhaald. Iedereen, als weet je wel, Hamas slecht. 1000 keer herhaald, Duitsers slecht. Ook 1000 keer herhaald, in principe. En, maar voor de rest, van 200.000, 300.000, hoeveel het ook zullen zijn. Dat gaat niet bestempeld worden als een genocide. Op zijn hoogst massamoord. En ze hebben het verdiend. Niet vergeten, dat gaat er altijd bij gezegd worden, ze hebben het verdiend. Ja, ook 9 miljoen Duitsers, hè, ook verdiend. En wat er slecht aan was, was dat het een geval was van blank westers imperialisme en kolonialisme. Ja, dit was westers koloniaal geweld. Dat ga je in ieder geval aan Marxisten zeggen, want ik heb heel veel Marxisten op YouTube gezien. Die benoemen het telkens weer is dit typisch Europees westers koloniaal geweld. Het is allemaal westernisme, het is allemaal kolonialisme. Wij hebben dat gedaan. Ja, maar ik heb letterlijk zelfs gezien in het laatste kanaal, die zei van, de massamoorden van Genghis Khan of zo in China was iets dat ze geleerd hadden uit Europa in hun tijd. Nee, serieus. Dat konden ze niet zelf bedenken. Daar hebben ze geleerd van Europeanen. Dit was Europeaans kolonialisme, middeleeuws kolonialisme. En kolonialisme is natuurlijk gewoon een genocide. Het zijn allebei Europese uitvindingen zogenaamd. Nou, het Purim-feest stelt wat anders. Maar in zekere zin hebben ze ook wel gelijk. In zoverre, als je dus kijkt hoe de westerse politieke leiders zich toch de hele tijd weer achter Israël scharen, wat er ook gebeurt. Hè. Ik bedoel, wat hadden we laatst weer? Duitsland, die reageerde op die aanval op die school waarbij 100 schoolkinderen zijn omgekomen. Hè? Dus met bepaalde raketten die, als ze vlak voordat ze inslaan, dan komen er allemaal messen uit de zijkant. Hè? Die dan ronddraaien. Dus dan die kinderen die werden helemaal als stukken gereden. Zodat de ouders die moesten de lichaamsdelen bij elkaar zoeken van hun kinderen. En de Duitse overheid die zegt zo van het gaat om Israëls recht op zelfverdediging. Hamas is degene die allemaal scholen gebruikt en ziekenhuizen als commandocentra. En dus is het heel normaal, zeg maar, dat Israël dus prompt allemaal scholen en ziekenhuizen aanvalt. Dat zei een woordvoerder van het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken, ene Wolfgang Büchner. Dus het maakt niet uit wat Israël doet. Het is allemaal het recht op zelfverdediging. Het was een Hellfire Ninja missile. Vlak voordat ze inslaan, komen er allemaal blades. Wat zijn dat? Kwamen er allemaal messen aan de zijkant tevoorschijn, zodat het ronddraait, hè, als een als ninja-messen, zou je kunnen zeggen. En 3200 zijn er door Biden al gestuurd naar Israël. En er is onlangs een pakket aangenomen van meer dan 20 miljard voor Israël. En daar zullen waarschijnlijk ook nog een paar duizend van in zitten. Zodat de ouders van de Palestijnse kinderen nog beter op zoek kunnen gaan naar de stukjes kinderen die door deze raketten aan gort zijn. Ja, ik ben een beetje verward. Maar eerst dacht ik van, dit is een soort van beehive model, dacht ik eerst aan. Nu begin ik te denken dat het een soort van tankbuster is of haast bunkerbuster-achtig type is. Waarom zou je dit ooit hierop gebruiken? Nee, sorry, het was een beetje een autistisch moment van, waarom zou je dit gebruiken hiervoor? Maar Nou, om nog ergens lichting aan te richten. Dat is in principe het punt dat ik ook wou onderlijnen. Maar als je iets gratis krijgt, dan wil je het toch gebruiken? Ja, maar dat niet alleen. Waarom gebruik je dit specifieke wapen? Nou, omdat ze gratis krijgen. Maar kijk, Victor heeft het gelijk. Van als ik een kwaadaardige ziel ben, dan inderdaad. En je krijgt gratis wapens. Als ik op jacht ga en ik ben een soort van duiveltje. En iemand zegt van, ik heb hier een jachtgeweer en hiermee kun je de bison neerhalen. Ik heb hier ook een pak 47 antitanken om. Welke wil je gebruiken? Het klinkt heel leuk om dat ding te vuren. Ik zou het wel afvuren gewoon voor de lol in het niets. Zou ik een dier daarmee wegvagen in een hele trap met 30 anderen? Ja, dat denk ik niet. Maar zij dus wel. En over het Israëlisch wapenarsenaal gesproken. Op dinsdag kondigde de US State Department aan dat de nieuwe wapendeal met Israël van 20 miljard dollar zal zijn. Waarvan het leeuwendeel van 18,8 miljard zal gaan naar de aanschaf van 50 F-15 straaljagers. Dat zijn ook niet echt supernieuwe modellen. Nee, dat zijn. Maar ik bedoel. Ik dacht dat het F-35's waren. Ik bedoel, nee, F-15's. F-15's. Oké. Dus in principe gewoon iedereen's resthoop krijgen ze weer. Het is goed genoeg om brandbommen te gooien op kinderen in principe, laat ik het zo zeggen. Nee, maar kijk, dat doen ze dan nog net niet. Maar bunkerbussen wel. Maar,
Nee, maar kijk, wat moet Hamas tegen een F-15? Of wat maakt het uit? Of ze hebben het al een paar keer fosfor bijvoorbeeld gebruikt. Ja, dat vind ik de rapporten niet sterk genoeg. Sorry, Victor. Nee. Okay. Maar het lijkt erop dat dus Hamas en trouwens ook Hezbollah, die heeft er wel wat op gevonden. Hè? Want die tunnelnetwerken, ja, dan heb je eigenlijk heel weinig aan vliegtuigen natuurlijk. Hè? Dus dan is het toch meer een kwestie van dat er allemaal infanterie naar binnen moet. Daar is het IDF natuurlijk als de dood voor dat ze man tot man moeten gaan vechten. Ja. In plaats van vanaf grote afstand te bombarderen. Hè? Ja, en dat is ook de leugen van het bericht. Welke Duitse militairen ook zijn waar je net had van. Hamas heeft hun hoofdkwartier in dit gebouw. Nee, in de tunnels. Hun hoofdkwartier is in de tunnels. Zullen die fucking leugenaars. Iedereen weet dit. Het is gewoon leugens. Dat is gewoon een klaarlichte dag leugen. Je kunt niet zo gek doen. Je kunt niet zo maf doen van. Oh, ze hebben het in de ziekenhuis. Doe toch fucking normaal, man. Doe toch normaal. Ja. Sorry, met sommige leugens, daar voel ik me gewoon dat zelfs een horige uit 1400 had dit kunnen doorzien. Kom op, zeg maar. Ja, nog even om het woord ziekenhuis erbij te halen, want je hebt sommige mensen die lezen dan van, oh ja, in Gaza hebben ze iets van 20 ziekenhuizen. Oh, wat, dan hebben ze toch eigenlijk best wel oké, maar dan moet je wel in gedachten houden wat daarvoor een ziekenhuis geld telt, is eerder wat wij hier in Nederland een huisartsenpraktijk noemen. En dan nog eentje die helemaal shit bevoorraad is. En bovendien die vernietigd is inmiddels door die Israëli's. Ja, ook vernietigd is. Alles tekort heeft, geen antibiotica. De hele gezondheidsinfrastructuur is vernietigd in Gaza. Ja, nee, kijk nogmaals, we weten niks van fosfor en per se die rapporten zijn. Dus Victor, daar kunnen we gewoon niet stellen hier op de podcast. Wat we wel kunnen stellen is dat de kinderen levend verbrand zijn. Dat weten we in ieder geval wel zeker. En we weten dat er hele erge brandwonden zijn. En we weten dat gewoon de doktoren daar... Kijk, die kunnen niks voor die kinderen doen. Maar die kunnen ze niet eens morfine geven of zo. Want ze hebben gewoon tekort aan alles. Dus je kunt ze niet eens laten inslapen. Dus die worden gewoon ergens neergelegd. En dan moeten ze rustig sterven. Of als iemand het lef heeft te euthaniseren. Maar dat doen moslims niet. Dat is niet in hun geloof. Maar ik had dat haast wel gedaan. Omdat de pijn die er is, gewoon kan ik niet hebben. En dat zijn grafische beelden. En niemand moet die beelden zien. Maar nogmaals, ik kijk er altijd naar. Want ik vind dat één iemand in het Westen moet ze wel gaan zien. En daar word je ziek van. Word je doodziek van voor de rest van de dag. Maar nogmaals, wat Victor zei. Wat een ziekenhuis in dit soort delen van de wereld is. Is wanneer een huisarts in een huis is. Niet eens in een goed huis of zo. Gewoon, als een huisarts bestaat ergens. In een huis. Dat is een ziekenhuis. Nou, dat is natuurlijk niet. Een huisarts kan niet elke wond. Die weet helemaal niet hoe die brandwonden moet behelpen. De helft van de tijd of zo. Gewoon, dat is gewoon niet hun specialiteit. Ja, al is het wel zo. Ja, door de nood gedwongen zullen ze wel bijleren, voor zover ja, mogelijk. Ja, onzeker wel. Voor zover mogelijk. Ja, laat ik het zo zeggen, je kunt genoeg fouten maken om van te leren. Ja. Dit is een ziekelijke horrorverhaal. En ik weet zeker dat hier gewoon horrorfilms van kunnen gemaakt worden over jaren later. Hoor. Ja. Ik weet zeker dat jij kunt een Nobelprijs gaan winnen als jij over 10 jaar een film maakt over een arts die op deze manier op een industrieel niveau leert hoe die wonden moet behandelen die hij niet eens kende. Ja, je kunt naar dat kanaal van het IDF gaan, weet je wel. Die op een gegeven moment allemaal filmpjes posten, heel trots over wat ze allemaal hadden aangericht. Ja, ja, ja. Daar heeft Haaretz nog over geschreven. Dat was. Die mensen die waren eigenlijk heel blij met wat ze allemaal gedaan hadden. Het is, en dat echt gruwelijke beelden. En over nog een ander Haaretz artikel van de laatste week. En dat kwam ook overeen met berichtgeving vanuit de NGO Breaking the Silence. Daar hadden ze het over het gebruik van mensenschilden door de IDF. Dus ja, dat is echt een van de boomer dingen die je dan tegenkomt. Je hebt echt van die boomers die doen, oh ja, alleen maar de Palestijnen gebruiken menselijke schilden. Doen de Israëli's ook? Nou, het is veel erger. Zeg maar, de Israëli's beschuldigen de Palestijnen van datgene wat ze zelf doen. Exact. Ze gebruiken dan die Palestijnen, die zetten ze in een Israëlisch uniform. En die zenden ze dan vooruit als ze ergens naartoe moeten als infanterie, zeg maar. In de hoop dat die dan als eerste opgeblazen worden, zodat ze kunnen zien waar de vijand is, min of meer. En dan zeggen ze van Hamas, Hamas die heeft natuurlijk zo'n school, dat is een commandocentrum. Hè, dus gebruiken ze de burgers als... als schild. Maar zoals Jan zo terecht opmerkte, de commandocentra zitten in de tunnels. Die zitten natuurlijk niet bovengronds. Het is de grote leugen. Hè? Zo'n enorme leugen dat niemand gelooft dat het echt een leugen is. Het kan nog verder gezegd worden, want er is volgens mij maar één macht die dit soort praktijken doet, ook heeft gedaan.
En natuurlijk ermee weggekomen is en heel goed in de geschiedenis staat. De Sovjet-Unie, hè, 1941-1945, Duitse gevangenen, als ze niet gelijk afmaakten, nou, vooral naar de vijandelijke linie als eerste marcheren, om, om scherpschuttervuur te vinden, waar scherpschutter zit. En dit is misdaad tegen de mensheid. Maar ja, zoals we weten, de Sovjet-Unie heeft de Geneva-conventie nooit onderschreven. De Duitsers wel, dus de Duitsers die bleven op een rare manier doorgaan met de Geneva-conventie. Ik tot op heden niet begrijpen waarom, want de vijand weet het ook niet. Maar... Ja, maar goed. Dat was hun eergevoel natuurlijk. Ja, dat was hun eergevoel. Dat typisch Duits. Het is na de oorlog ook gebeurd, maar dan door de geallieerden in het Westen. Hè? Want bijvoorbeeld, daar is een hele indrukwekkende film over gemaakt op een gegeven moment. Duitse soldaten in Denemarken, die krijgsgevangenen, die werden na de oorlog gebruikt om mijnenvelden op te ruimen. Hè? Dus ja, die moesten maar dat is anders. We hebben het nu over gebruik naar linie marcheren. Dat is anders. Dat is wel iets anders. Maar zo'n mijnenveld opruimen is ook niet echt bepaald veilig. En daarnaast was alleen maar soldaten, maar ook kindsoldaten. Ja, dat is allemaal andere klassen. Ik heb het nu gewoon specifiek over dit specifieke tactiek. Mm. Heeft alleen de Sovjet-Unie gedaan nu, zover als ik weet. En Israël dus? Ja, zover als ik weet. In de moderne Geneva-conventietijd dan, hè, bla bla bla, ja, et cetera. Ja. En misschien zal dat ook ergens anders zijn gebeurd in de Congo. Hoor. Maar nogmaals, dat weten we allemaal niet, want dat is de Congo. Nee, precies. Daar heb ik geen beeld op. Dus kijk, er zal vast wel een of andere fact-check liberaal zijn. Maar in de Congo is het ook gebeurd. Ja, dat verbaast me eigenlijk niks. Ja. Verbaast me eigenlijk niks. Bovendien ontkracht dat het verhaal natuurlijk helemaal niet. Dat het ook in de Congo gebeurd is. Nee, dat maakt het erger. Dat maakt het erger. Ja, precies, ja. Dan gaan we nu nog even een stukje over Nederland hebben. De spin-off van Jean Raspail's klassieker Het Legerkamp der Heiligen komt naar Zaandam. Twee grote hotelboten met capaciteit voor 1000 mensen zullen vanuit Amsterdam worden overgeplaatst naar Zaandam om daar extra ruimte te bieden voor de lokale asielindustrie. Dan maken ze ook zo'n argument erbij van ja, om de druk op Ter Apel lichter te maken. Zodat die dan gelijk weer elke keer kunnen zetten. Elke keer als ze zeggen om de druk in Ter Apel te verlichten, wat ze dan bedoelen is dit. Ter Apel zit vol, het kan niet voller. We willen wel meer mensen hebben. Dus we gaan deze nou sturen naar deze nieuwe locatie. Dan kan het weer voller. Dus hebben we weer meer nieuwe mensen. Ja. That's it. Dat is gewoon iets. Ze doen hun best om dat leeg te houden, omdat het van de rechter moet. Ja, dat was die dwangsom, et cetera. Ik zeg leeg houden om dat maximaal zoveel mensen te houden. Zodat er weer nieuwe mensen daar kunnen komen. Het is niet om echt migratie te stoppen. Het is gewoon puur bureaucratisch gekut. That's it. Dat is alles. Het is zeker niet om migratie te stoppen. Want doordat er nou die druk verlicht wordt op Ter Apel, kunnen ze natuurlijk nog meer mensen binnenhalen. Zoals het gebracht wordt in het nieuws, hè, is alsof het een positief iets is. Terwijl het alleen maar betekent dat we nog meer mensen geïmporteerd krijgen. Ja, ja. Er was weer een of andere post op Twitter door een of andere iemand uit India. Die natuurlijk ook weer een of andere expert, echt stinkende experts gaan naar huis. Maar deze kerel zei van, New Delhi in India, dat is nog dichter dan in Nederland. Oftewel, als we iedereen in de meest onzinnige, helse de ergste dystopie van de wereld. Dit soort shit laat mij denken. New Delhi. Het is gewoon verschrikkelijk. Als je die foto's van ziet, je denkt gewoon, dit is gewoon ratten op elkaar. En dat bedoel ik niet als de mensen, dat bedoel ik gewoon de conditie van het leven is daar zo verschrikkelijk. Gewoon echt. Ja. Het is wel, als ik zou geloven in gnosticisme, dan zou ik zeker, dit zou mijn bewijs zijn, dat gnosticisme waar is. Weer, dat Satan bestaat echt en hij is de heerser van de wereld. En een van de zeven hellen is New Delhi. Daar te wonen is gewoon de grootste straf voor je ziel. En hij zegt zo, we kunnen van Nederland nog zoveel mensen hebben, want New Delhi heeft ook zoveel mensen. Ik denk van, dan pleeg ik zelfmoord. Dat weet ik echt, dan ga ik niet wonen. Als ik in New Delhi zou wonen en ik zou er niet uit kunnen komen, omdat de mensenmassa maar gewoon verdrukt en ik de weg niet meer kan vinden naar buiten, dan maak ik mezelf verstand. Dat meen ik echt hoor, dat kun je niet menen. Van dit, als we mensen tot een fijne poeder maken en allemaal in één grote doos in een flat zetten, daar kunnen er nog zoveel mensen in Nederland bij in. Ja, fijn, bedankt makker. Als dat de hel is, dan is de hemel gewoon het fatsoenlijke Saksische landgoed. Ja. Ja. Nee, maar we hadden toch Juliana die al zei in de jaren 50 zo van Nederland is veel te vol. En dan hadden we iets van 11 miljoen mensen of zo. En het streefgetal zou dan 10 miljoen moeten zijn. Dat was echt het maximum. Je had toen ook al de club van 10 miljoen al. Ja, precies. Die ook al de decennia lang bestaat onderhand.
Ja, deze week is dus bekend geworden dat we nu al op 18 miljoen zitten. Hè? En de 17 miljoen die hebben we 8, 9 jaar geleden nog maar aangetikt. Zo snel gaat het. En dat is ook duidelijk te merken. Op de weg merk je het, er is overal en altijd file. In de ziekenhuizen merk je het, want er is altijd en overal wachtlijsten. Ik bedoel, de druk op de sociale uitkeringen, noem maar op. He, zelfs als je er zou zeggen zo van ja, maar die mensen zijn helemaal hetzelfde, het zijn helemaal geen vreemdelingen en zo. Dan nog 18 miljoen mensen. Het is van de gekke. En dan moeten we nog meer mensen binnenhalen. Nou ja, kapitalisme, ja. Als de lijn niet omhoog gaat, dan is gewoon niet acceptabel. De lijn moet omhoog, want mijn portefeuille, bla bla bla, en ik heb mijn systeem zo gemaakt. Maar wat meet je? Wat meet je, hè? Want wat er omhoog gaat... Wat ik meet is niet welzijn. Wat ik meet is de geld in mijn portefeuille. En ik ben een gemiddeld Mogol conservatief VVD. Reinhard, ik ben VVD, dus dit is het ene. Dit is het, als mijn pensioen veilig is, kan er weer... Zodra ik sterf, de dag nadat ik sterf, mag de hele wereld ondergaan. Want dan doe je het toch niet meer. Want ik ben VVD. Nee, maar kijk. Waar ze dus naar kijken is zo van... Ja, het bruto nationaal product, dat stijgt als je meer immigratie kijkt. Ja, dat klopt. Maar het inkomen per hoofd van de bevolking, dat daalt dus. Omdat die mensen over het algemeen veel lagere arbeidsproductiviteit hebben. Dus die 18 miljoen betekent dat wij er juist op achteruit gaan. En terwijl, Het is ook een leugen, hè? Het is ook de domestisch product is een leugenconcept. Dat is dan weer een andere, maar... Nee, dat is heel belangrijk. Je kunt wel mensen meer diensten laten doen, maar die diensten zijn geen serieuze productie. Kijk, je kunt wel meer mensen op een laptopje laten klikken en dingen laten doen, netbaantjes laten doen, laat ik het zo zeggen, maar je maakt niet echt producten. Hè? Kijk, wat je doet is, je haalt meer mensen bij, die hebben allemaal een bepaalde hoeveelheid aan geld, zogezegd, die ze nodig hebben, en dus de consumptie gaat omhoog, dus wordt de productie van de consumptie omhoog. Maar het is niet alleen welzijn, maar ook letterlijk materialen. Er zijn niet meer trucks geproduceerd, laat ik het zo zeggen. Omdat er meer Indiërs of zo bijvoorbeeld zijn gekomen. Nee. Snap je wat ik bedoel? De echte productie, wat bijvoorbeeld in China en Rusland extreem hoog in scoren. En het Westen heel laag en steeds minder. De echte productie, dat gaat door migratie bijna nooit omhoog. Nee, dus dat wil zeggen de industriële productie. De er worden niet meer chips gemaakt omdat wij 100 mensen uit Senegal naar binnen hebben gehaald deze week. Er worden niet meer chips doorgemaakt. Er worden misschien wel meer uitkeringen gedaan, wat geldprint is. Maar ook dat is niet productie. Maar ook bijvoorbeeld, laten we zeggen dat al die mensen een baantje nemen in de flex-industrie, dus meer eten rondbrengen of zo. Dat is niet echt productie, hè? Nee. Je brengt iets anders rond. Je ordent arbeid wat meer rond. Nee, het gaat erom wat je maakt, inderdaad. Of je meer bruggen hebt, meer huizen hebt, meer, noem maar op, meer laptops, meer chips. Meer, inderdaad, daar gaat het om. Meer servicebaantjes met mensen in een callcenter is geen product. Dat is meer service. Nee, maar goed, bijvoorbeeld als je een callcenter hebt voor mensen die problemen hebben met hun product, hè, dan is dat onderdeel van echte fabrikage natuurlijk. Hè. Maar er zijn heel veel baantjes die leveren inderdaad gewoon helemaal geen materiële productie op. Hier kunnen we heel lang autistisch over doen, dus laten we... En dan komen we nu bij het ratelrondje van Reinhard. Zuid-Afrika. Zuid-Afrika is weliswaar rap afgegleden tot een derde wereldland nadat de blanken de macht over hebben gedragen, maar is nu tot nog toe altijd minder hopeloos dan de rest van Afrika, zelfs bij 44% werklozen. Dit heeft geleid tot massale immigratie uit andere Afrikaanse landen, wat op weerstand stuit. El País bericht nu bijvoorbeeld dat de deelname van Chidinma Adetshina aan een nationale schoonheidswedstrijd tot onrust heeft geleid. Haar vader is namelijk een Nigeriaan en haar moeder een Mozambikiaan of iets dergelijks. Op sociale media werd Adetshina uitgescholden voor mak weren kweren. Geen idee wat dat betekent, maar het schijnt onaardig te zijn voor buitenlanders. Nu heeft Adetshina zich teruggetrokken uit de wedstrijd. In een vraaggesprek klaagde ze dat het was vanwege haar huidskleur. Nigerianen zijn namelijk over het algemeen donkerder dan veel andere negers. Gelukkig heeft El País een sociologe kunnen vinden die de blanken hiervan de schuld geeft. Ene Nobulelo Shange. En die zegt, er is nog steeds een apartheidsmentaliteit waarbij zwartheid als lelijk, minderwaardig en slecht wordt beschouwd. Bij een misverkiezing zijn de mensen daarom woedend. Zij denken, hoe durft deze persoon zoveel zelfvertrouwen te hebben? Ja.
Een journalist, een Ayananda Shishivikzel, zegt dat de weerstand tegen Adetshina voortkomt uit afrofobie. Door zwarten dan wel te verstaan. En dat is vanuit een misplaatst gevoel van superioriteit, omdat Zuid-Afrika een infrastructuur heeft die andere landen niet hebben. Misplaatst, zouden we inderdaad kunnen zeggen, want deze infrastructuur is een vrije val sinds de blanken de macht hebben afgestaan. We zouden nu geneigd kunnen zijn deze afrofobie racistisch te noemen. Maar wij weten dat alleen blanken racistisch kunnen zijn. Dat is een bevinding van de andragologische wetenschap. En wij hier bij... Ja, en wij hier bij Wild Geraas geloven alles wat de wetenschap zegt, waar of niet waar. Daarom spreekt het artikel uit El País terecht niet van racisme, maar van de complexe dynamiek van identiteit, ras en immigratie. Gelukkig maar. Geen racisme dus. Nou, Hosanna, halleluja. Komt allemaal wel goed. Ik denk in één keer van, kijk, je weet hoe... Dolfje had altijd zo'n manier om iedereen Germaans of Arisch te noemen als hij ze wel of niet mocht. En hier hebben we een soort van inversie hiervan. Van, je hebt nog wat blanks in je. Weet je, wel? Wat zij zegt van, dat is nog kolonialisme of zo, dat nog vastzit in deze mensen. En daarom vinden ze mij niet mooi, et cetera. Ook een beetje hetzelfde, gewoon dingen interpreteren om je conclusie te krijgen in principe. Het doet me een beetje denken aan Alexander Dugin. Ja, ook. Die had een paar maanden geleden zo'n Telegram post en dan omschreef hij zo van blanken die zijn de ras van het eindtijd, dus van de Kali Yuga, de ijzertijd, hoe je het ook op noemen. En dan zwarte Afrikanen, die zijn dan juist het ras van het gouden tijdperk, van de Satra Yuga. Oh. Die zijn nog helemaal puur. So much for traditionalism, denk ik dan. Ja. Weet je, het is wel leuk om te zien hoe ze dit soort... In ieder geval, één ding is zeker, weet je wel, ze zou nooit toegeven van... je bent gewoon niet zo goed, laat ik het zo zijn wanneer ze dit doen, hè. Wanneer ze die kaart trekken, in principe. Alles om te ontkomen van je bent gewoon niet zo mooi. Of je bent gewoon niet zo goed. Of je bent gewoon niet zo slim. Of je bent niet zo... De blanke man hoeft niet eens in 15 kilometer aanwezig te zijn. En hij wordt helemaal teruggetrokken. En hij wordt zelfs geïnterpreteerd in andere. Dus in dit geval van die iets meer zuidelijke Afrikaan. Ja, die heeft een soort van blanke geest in de rent. Ja. Kennelijk zijn wij blanke soort magiërs die van afstand, desnoods 1000 kilometer afstand, de geest beïnvloeden van allemaal zwarten, die daardoor ineens allemaal blanke conclusies gaan trekken. Dat is wat ik dus zeg, maar dat had Dolfje ook een klein beetje. Want hij zegt, ja, soms in Noord-Afrika, dan kijk je iemand in de ogen en dan zie je een geest van een vandaal nog terugkomen. dus eigenlijk hebben ze allebei heel wat gemeen met elkaar. Ze hebben allebei een blanke identiteit erin. Ja. Ik moet een beetje denken aan die rare cultussen in Amerika die ze hebben met de zwarte moslims en dat soort dingen. En dat ze dan over hebben over Jacob. En Jacob die zou dan het blanke ras hebben geschapen als een soort van biowapen. Omdat hij allemaal hijsen had in zijn eigen oude Afrikaanse stam. En dat hij dan echt een enorm gigantisch hoofd had waarmee hij alle wetenschappen wist. Victor, ik ben Jacobs grootste krijger. Met ik volbreng zijn wil. Zie mij aan. Volgende onderwerp. Elk nadeel heeft zijn voordeel, zei de grote filosoof Johan Cruijff. Dat geldt ook voor transseksuelen. Zonder hen zou het ratelrondje aanzienlijk magerder uitvallen. Ook deze week stellen de verwarde fanboys en manwijven niet teleur. Zoals bekend kunnen doktoren op een röntgenfoto zien hoe het er van binnen uitziet in je lichaam. Bijvoorbeeld of de patiënt beschikt over een baarmoeder. Maar tegenwoordig mogen doktoren niet meer afgaan op wat hun liegende ogen hen vertellen. Daarom moet elke patiënt in Engeland tegenwoordig de vraag beantwoorden of ze soms zwanger zijn. Ook als deze patiënt een man is. De aanleiding voor deze maatregel was een ongelukje met een transman. Die ondanks hun aangemeten mannelijkheid zomaar zwanger was geworden en zich daar niet van bewust was. De nieuwe vraagstelling moet voorkomen dat doktoren zomaar aannames doen over de biologische seksen. De vragen blijken wel wat nadelen te hebben.
Voor vrouwen die problemen hebben gehad met de baarmoeder of de zwangerschap, kan de nieuwe vraagstelling traumatiserend werken. Hun wordt gevraagd, is er een kans dat je zwanger zou kunnen zijn? En als ze dan nee zeggen, moet ze dat motiveren. Bijvoorbeeld door te zeggen, ik heb geen eierstokken meer. Bovendien blijkt uit onderzoek dat patiënten vanwege deze vragen zich zorgen gaan maken over de kwaliteit van de zorg. Tja, als je denkt dat je dokter niet goed bij zijn hoofd is. Ja, doe me een beetje denken aan zo'n filmpje van een Kamala Harris bijeenkomst in Amerika. En dan had je een of ander tenger wijf dat een beetje emo-achtig eruit zag. En die omschreef zichzelf dan, ja, ik ben een trans man, een homoseksueel. Die een abortus heeft gehad. Die zal alle belangrijke vragen gesteld krijgen voor een rondge foto. Ze kan met groot vertrouwen naar de National Health Service, inderdaad. Ja. Je zou toch denken dat zo'n dokter op een gegeven moment gewoon ook bij zichzelf zou denken van waar de fuck ben ik mee bezig? Maar ja, blijkbaar toch niet, hè? Ja, ze zeggen dat medicijnen een exacte wetenschap zijn, maar ja, daar ga ik niet toch erg aan twijfelen, eerlijk gezegd. Wacht, dus je gelooft nog steeds in, net als mij, net als ik, in miasma-theorieën? Huh, wat is miasma-theorie? Oh, voordat we moderne medicijnen hadden, een paar van die richtingen en zo, miasma-theorie is er keer terug naar miasma-theorie. Alle leiders komen door slechte lucht. Ah, oké. Okay. Ja, we moeten wier ook in deze kamer aanzetten, dan gaan de problemen wel weg. Nou schijnt het wel zo te zijn dat mannen die zich hebben laten ombouwen tot vrouw een vrij kwalijke lucht verspreiden vanwege het feit dat ze daar een wond over dat is de duivels werken. Dus, ja, geen avond eten vanavond voor mij. Het is mooi geweest. Ja. Ik heb door al deze uitspraken hoopt er zich te veel zwarte gal in mij op. Ik moet even een aderlating hebben. Volgende onderwerp dan maar. Kip schijnt bij onze gemelaniseerde broeders ongemeen populair te zijn. In de reclame heet het vroeger kip het meest veelzijdige stukje vlees. In moderne termen dus kip het meest diverse stukje vlees. Sommigen drijven deze voorliefde echter tot in het extreme. In Chicago was er een negerin, Vera Liddell, verantwoordelijk voor de voedselvoorziening op scholen. De leerlingen kregen daar gratis middageten, waar kippenvleugeltjes natuurlijk een geliefd en onmisbaar onderdeel van waren. Tijdens COVID waren de scholen echter dicht. Maar desondanks werd door het stadsbestuur nog steeds de schoolmaaltijden richting de scholen gestuurd. Mevrouw Liddell hield echter zoveel van kip dat zij zich liefdevol over de vleugeltjes heeft ontfermd, met bestelbusjes vol. In een jaar tijd stal zij zo voor $1,5 miljoen aan kipjes. Of zij die allemaal zelf heeft genuttigd, valt aan haar foto niet te zien, omdat alleen het gezicht afgebeeld is, dat echter opvallend goed gevuld is. De zaak kwam pas aan het licht bij een routinecontrole van de boekhouding op haar school door een bedrijfsmanager, vast zo'n vieze blanke racist, die niet kan verdragen dat zwarte de uitvinders van de kipvleugeltjes zijn. Mevrouw Liddell is nu veroordeeld tot 9 jaar gevangenisstraf. Laten we voor haar maar hopen dat er kip op het gevangenismenu staat. En de belangrijkste vraag, is de kip wel schoongemaakt in wasmiddel? Ja, die moet wel eerst goed schoongemaakt worden. Nou ja, kijken, iedereen wil rijk in goud zijn en sommigen alleen in gouden vleugeltjes. Ja. De Schotland was toch degene die de gefrituurde kip, gebaarde kip, hoe je het kon noemen. Oh, hadden we het daar ook al? Dit was Chicago in ieder geval. Nee, maar negers die zeggen altijd zwarte, hoe je het ook moet noemen, nogmaals weet ik veel. Die zeggen altijd van wij hebben kip uitgevonden, de gefrituurde kip, de KFC, weet je wel. Maar dat waren... Is dat zo? Ja, maar de Schotlanders. Oh. Ja, nee, okay. dit is gewoon weer culturele appropriatie van de echte negers, de echte zwarte. Namelijk de Schotten. De negers, de zwarte van Europa. Nee, grapje. Ik weet heel goed dat ze... Grapje. Schotten zijn heel lief. Nee, ik weet heel goed, de Polen zijn de echte negers van Europa. Oh ja. Dat zeiden de mensen van Haiti altijd, toch? Oh ja. Kennen jullie dit allemaal niet? Nee. Een van de eerste opmerkingen van de revolutionaire uit Haiti was dat de Polen zijn de echte negers van Europa.
Maar ja, voor de Russen misschien wel, weet ik niet, moet ik eerlijk zeggen. Vanuit het tsaristische zicht misschien wel. Een mooi achtertuintje waar allemaal alles in gegroeid wordt. Ja, trouwens, nu dat je het zegt. Het is fucking hard, maar nu dat je het zegt, misschien vanuit een Russisch perspectief wel. Nou, hiermee zijn we weer door alle relevante nieuwtjes, controversiële meningen en meeslepende verhalen van de week 33 van 2024 heen. Dit was Wild Geraas en wij denderen weer voort als een trein door politiek incorrecte streken en over politiek correcte polio's. Naar de volgende week. Tot dan. Nou jongens, de duikboord is gezonken. Ik heb het duikzak verbrand. We zijn veilig.